Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, we gaan beginnen. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, het is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Yoshi en Peter. En ja, zit helemaal in jouw kop. Het liedje zit helemaal in jouw kop. How dare you? En ja, misschien komen er nog andere mensen bij. Mijn naam is in ieder geval Johan. En ja, we gaan meteen beginnen. Zeg, mooi event. Ik weet niet wat er gebeurt met je stream, maar alleen ik ben te zien. Oh, nu kom jij er ook in. Ja. En Peter heeft zijn camera uitstaan, want die voor de breedband. Dus nou is goed. Oké. Okay. Ja, Oekraïne kan het allemaal niet aan. Nee, Oekraïne. Ja, die hebben hun steunfonds nog niet binnen, hè? Ja, die hele bailout die is weer... Die 465 miljoen of zoiets. Ja, maar Trump heeft teruggestuurd. Wat? Nou, daar hebben we het zo over. Oké. Okay. Ja. Nee, goed. Maar ja, laten we beginnen met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. En laten we beginnen gewoon even met de olie. Of goud, mag ook. Je overvalt me een beetje. Iedere keer, hè? Iedere keer. Ik raad het even. Ik dacht dat je nou altijd met de marijuana begon. En vandaar dat ik... Kan ik ook even doen, kan ik ook even doen. Maar 48-22, kan ik je zeggen. Oké. Ja, dat is wel een jaar, hè? Goed verder gaan met goud. 1875. En zilver 2587. Zo hebben we het heel mooi gehad. Ja, ik krijg nu nog €45 voor een gram goud. Oké. Okay. Ja, en even kijken hoor. Nou ja, de marihuana-index. Marihuana-index staat op 149, punt nog wat. Hij is een beetje op en neer gegaan deze week. Hij stond volgens mij vorige week op 152, meen ik. Ja, en hebben we de staatsschuldmeter. Dat is compleet niet serieus te nemen eigenlijk. 382,1 miljard in het rood. Ja, in werkelijkheid zal die ergens boven de 400 miljard staan. Maar, ja. En dan hebben we de bitcoin nog. Die heeft ook weer niet stilgestaan deze week. In euro's deze week plus 13,5%. En de laatste tik staat op €19.360. Oké. We hebben nog wel een paar leuke berichten over de bitcoin, dus laten we daar maar meteen mee doorgaan. Want ja, transactiekosten kunnen binnenkort ook een metertje van gaan bijhouden, hè? Ja, nou ja, dat is de reden dat er uiteindelijk een i-gulden bestaat, Johan. Dus ik zie hier inderdaad, ik moet er even op klikken. Maar de transactiekosten gaan omhoog. Ja, het is altijd... Zullen we het eerst even voorlezen, dan maar het bericht en dan het behandelen? Dat we de goede volgorde aanhouden. De gemiddelde transactiekosten momenteel, zijn momenteel $12. Het hoogste sinds 5 november staat er dan bij. Dus ja, $12 voor een transactie. Een kopje koffie hier kost mij ongeveer 50 cent. Dus dan kan ik 24 kopjes koffie kopen voor 1. Nou, laten we het dan een euro maken. Laten we er een euro van maken. Kan ik 12 kopjes koffie kan ik kopen. En dan kan ik 1 bitcoin transactie doen. Dus ja, voor de microbetalingen en voor het echt hanteren als geld, wordt bitcoin steeds onbruikbaarder. Nou was er natuurlijk al een issue mee, want... dat betekent ook dat als je bijvoorbeeld een bitcoin mixer gaat gebruiken, dan doe je dus extra transacties om je privacy wat te verhogen. Dan kan het zomaar 2 of 3 keer dat bedrag zijn en dan zit je dus al bijna weer op $15. En tot slot wat ik er nog over wil zeggen is dat de dollarkoers natuurlijk ontzettend van invloed is op de transactiekosten. Dus
Mm-hmm. Ja, je moet rekenen in satoshis, maar ook in satoshis stijgt het langzaam wel een beetje. Want er is gewoon maar beperkte ruimte in elk blok. Dus ja, als mensen willen dat hun transactie meedoet, dan moeten ze het gewoon betalen. Dat is de vrije markt van de transactiekosten. En elke keer als er een grote schommel is in de prijs, dan zie je altijd dat die transacties toenemen. Want iedereen die wil dan gaan bewegen met zijn munten, want die willen allemaal die hoogste prijs hebben. Nou, en dan betaal je dus, ja, gaat het dus omhoog. Hm. Ja. Ja, en ik wou nog zeggen, ja, die blokjes van Bitcoin, die zijn zo kleine. Schattige kleine blokjes waar zo weinig in kan. Ja, maar met Bitcoin Cash in zekere zin is het ook hetzelfde, Johan. Want de wereldeconomie is zo complex dat als jij wil doen in de wereld wat momenteel met de dollar gebeurt, dan zie ik dat gewoon niet in één blockchain passen. Dat zie ik gewoon. En misschien dat bijvoorbeeld een Ethereum, als die Ethereum 2.0 klaar is en alles geschaald is, dat het dan in de buurt komt. Maar dat is nog steeds alleen maar dan een dollar. En dan heb je ook nog euro's. En dan heb je ook. Er zijn zoveel transacties in de wereld. Dat is echt. Ja, we zaten net nog even nostalgisch. Oude tijden, ja? Voor de i-gulden. Ja. Komen eraan. Oké, koop i-gulden, jongens. Dat is de boodschap. We zaten net nog even nostalgisch te doen over 2017, begin 2018. Voor de uitzending met Peter en ik. En, $15. Ja, toen was het ook best wel hoog. En we waren zo'n beetje van, weet je nog, in welke coin zat jij toen naar de, hoe heet het, naar de beurs te sturen, toen, destijds? Ik had Ripples. Ik heb alles een beetje geprobeerd. De Dash, Litecoin, Ethereum, uiteindelijk kwam ik toen bij, ik heb volgens mij toen de Bitcoin Cash ontdekt. Dat het gewoon heel snel was en ja, echt onwijs lage transactiekosten. Dus Ja, die kostte toen ongeveer. Bittrex ging toen op de dag dat hij zijn all-time high zette, ging op Bittrex-markt op zwart. Daar was ik nog wel zwaar pissig over, want ik had daar mijn verkooporders staan. Maar volgens mij heeft een Bitcoin Cash in die periode toen een halve Bitcoin per Bitcoin Cash gedaan. Ja, die is op een gegeven moment één keer die onwijs omhoog gestegen, dat weet ik nog wel. Ja. En dat was toen die transactiekosten zo vastliepen. Ja, of toen die transactie zo vastliepen. En toen zei ik ook van, joh, dit is gewoon. Ja, dat wisten we allemaal al wel een beetje. Maar toen werd het echt duidelijk. En toen schreef ik ook op Twitter van, joh, dit is het moment om voor Bitcoin Cash te kiezen. En binnen een paar uur was het keer 3 de prijs. Was het ook niet omdat Rod Chauffeur toen overstapte? Dat hij even al zijn bitcoins. Nee, maar Roy Chauffeur heeft het geïnitieerd, dus die is nooit overgestapt. Hij wist niet eens, dat heeft hij nog in een paar filmpjes verteld. Hè? En we gaan het sowieso aan hem vragen op 3 januari. Ja, maar wat heeft hij verteld dan? Nou, hij zei zelf ook dat hij op het moment dat Bitcoin Cash afvorkte, was dat er een beetje langzaam heen gegaan. En hij is pas later dat jaar is hij echt helemaal overgegaan op Bitcoin Cash. Ja, dus, ik weet niet of ik dat moet. Maar nooit helemaal is hij. Want, natuurlijk heeft van alles wat, hè? Hm? Ja, hij was. Ik ben van alles, alle markten thuis. Ik ben niet. Vinden zich nooit op vast dat hij helemaal op Bitcoin Cash overging. Maar. Dat is geen maximalist. Dat is een goed punt. Ja. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat hij niet in de gaten had dat die munten gevolgd werden. Want hij was de drijvende kracht erachter. Hij was in dat hele debat was hij voor grote blokken. Dus toen, ja, goed. Maar ja, we kunnen het aan hem vragen, hè, 3 januari. Dus. Ja, laten we het inderdaad een crypto-vraag stellen. Ik had laatst ook weer die vriend van hem die. James Adam Cartwell, die had iets geschreven van, ik had een Lieberland bijeenkomst. Ik heb er weer ingehouden, maar dat lees ik dan op Facebook en denk ik, jongens. Dus ik moet, ik zal het op 3 januari, hou ik het op crypto. Het is wel te verwachten dat die andere coins nou weer wat gaan stijgen, want
Dat was de vorige keer ook zo, dat Bitcoin loopt op een gegeven moment helemaal vast. Vanwege eigenlijk de hele transactiekosten en ook lange wachttijden. Op een gegeven moment had je ook van die wachttijden dat het gewoon dagen duurde voordat je transactie erdoor was. Weken, ja. Ja, en dan krijg je weer dat die andere coins, dat die er weer in de picture komen dan. Precies, ja. En het is gewoon, de wereldeconomie is zo complex en dat een blockchain techniek is een mogelijkheid, maar het is wel er zitten zoveel beperkingen op. Want wat runnen wij nou voor computertjes? Weet je wel, die mensen die dat draaien, die hebben ook nog steeds, ja, die miners, dat is allemaal wel geprofessionaliseerd. En dat delen van die blokken, dat gebeurt gewoon nog op laptopjes en allemaal van dat soort spul. En ja, ik zie de Bitcoin het gewoon niet redden als het echt, wel als ruggengraat voor die hele nieuwe economie, maar niet als geld voor de wereld, want dat is gewoon... Maar afgelopen week zag je ook weer met Ripple iets gebeuren, want Ripple is dan zo'n verhaal van, nou, dat wordt een beetje door de banken gepusht om een soort Swift over te nemen, dat was een beetje het idee, geloof ik. Ja. Maar dat heeft wel een centrale Ripple company en die is gesuit door de FEC, waardoor ze gelijk van 55 cent naar 37 of zo, 35 in elkaar zakten, dat was een behoorlijke plof. En dan zie je gelijk weer wat het probleem is van zo'n centraal punt. Hè. Want die gasten van Ripple zeiden, nou, dit is straks voor alle crypto's staat dit te wachten, gesuit worden door de FEC. Ja. En dat is natuurlijk niet zo, want probeer bij Bitcoin maar eens iemand te suen. Satoshi, je hebt geen telefoon. Dan moet ik wel de side note, er is toch wel iemand die zegt dat het Satoshi Nakamoto is. Hè? Die kunnen ze nog suen. Ja, die dan maar. Ik heb een goed idee om die te suen. Dat is toch een eikel. Ja. Ja. Craig Wright, voor degenen die niet weten over wie het hebben. Maar, ja. Ja, het geeft aan dat je gewoon alles moet decentraliseren, inclusief al die dingen zoals Facebook en Twitter. Want je ziet gewoon, het begon met een klein beetje censuur. En op een gegeven moment was het gewoon bij Twitter en Facebook keiharde censuur bij die verkiezingen. Om die uitslag maar anti-Trump te krijgen. Gewoon de hele New York Post die werd gewoon een week lang geband. En dat kan je eigenlijk alleen maar vermijden door dat ook helemaal decentraal te hebben. Een decentraal filesysteem, decentrale apps allemaal. Dat moet eigenlijk nog allemaal gebouwd worden. Ja. Maar daar gaat het wel naartoe, denk ik. Want ja, je ziet daar Ripple weer. Hup, die hadden iets centraals erin. En ze zijn gelijk de Sjaak. En eigenlijk vind ik dat ook met die coins zoals Cardano. Die ontwikkelaars daarover hoort. Die zeggen, ja, de regulering heel erg belangrijk. En er moet heel erg compliant zijn. Compliant hier, compliant daar. Zodra jij heel erg compliant bent aan de regulator, dan heb je een centralisatieprobleem, want die regulator is centraal. En als jij zegt, nou, we zijn heel erg compliant aan de regulator, dat betekent dus dat als de regulator zegt, ja, inpakken, wegwezen, het is afgelopen, het is mooi geweest, afgelopen, dan moet je zeggen, oh, compliant, de dag, onze coin is voorbij. Laat ik even hier mijn visie op dit hele Ripple-verhaal vertellen, want ik geloof dat de Ripple een van de meest gemanipuleerde munten van allemaal is. Een maand geleden ongeveer hadden ze hun eerste airdrop. Er gingen er ineens duizenden bitcoins in die Ripple en die schoot door naar de 80 cent per munt. En nu gaat het dus naar beneden. En zij gaan die rechtszaak die de SEC heeft aangespannen, die gaan ze gewoon winnen. En dan, hoe moet ik dat goed zeggen, dan schiet de prijs weer omhoog. En de timing van dit geheel, 1 week voor oud en nieuw. Oh ja. Zij geven zichzelf op deze manier met dit nieuws, geven ze zichzelf gewoon een korting. Want op alle balansen van alle banken die Ripples hebben, is het bezit nu lager en dan maken ze dus minder winst. Of geprognotiseerde winst. Om het maar even zo te zeggen. En dus is dat voor iedereen positief. Want het is zomaar een tijdsopname, weet je wel. Dus ik kijk, de Ripple is eigenlijk de enige die weet hoe ze de media moeten bespelen. Omdat ze dat al jaren doen. Dat is
vanuit de banken, die verzinnen gewoon berichtjes en dan hebben ze een reden om te bewegen, weet je wel. Dus ja, ik zie dat het hele nieuws van Ripple van deze week zie ik als een manipulatie-trucje. En daarmee zeg ik bij dus... Ripple ook wel eens idee dat het bedoeld is om een Bitcoin de loef af te steken. Zeg maar als Bitcoin heel hard stijgt, dat ze dan opeens een enorme Ripple-explosie even omhoog pumpen. Precies. Om even de wind uit de zeilen van Bitcoin weg te zuigen. Juist. Ja, precies. Nou, zo moet je het ook zien, Peter. Want op het moment dat dus Ethereum en Bitcoin allebei door het dak gingen, schoten ze eventjes, 500 bitcoins of zo. Wat is 500 bitcoins voor een bankenunie? He, dat is helemaal niks, want het is, ze printen het nepgeld gewoon met miljarden erbij. Dus en dan schieten ze even omhoog. En dan hebben ze dus ook, ze betalen al die internetbedrijfjes, want de BTC Direct en Lightbit en weet ik veel wat. Die, volgens mij krijgen die gewoon betaald om af en toe over Ripple te schrijven. En dan schrijven die van, wauw, Ripple is omhoog. Nou, dan zie je gewoon dat iedereen erin mee wordt gezogen en nou staan ze laag. Ja, nou ja, goed, wat moet ik ervan zeggen? Ik speel zelf ook mee in die markt. Ik heb toevallig met die vork heb ik er wat verkocht en ik heb ze nog niet teruggekocht. Dus ik ga bijna 3 keer over de kop nu met mijn Bitcoin. Oké. Ja. Dus ja, wat moet ik ervan zeggen? Wat ze nou weer terugkopen, denk ik. De data bij het woord voegen. Het is nou 31 cent. Ja, je zou ook, ik weet niet hoe goed hun contacten zijn, maar ze zouden natuurlijk ook even wat beurzen kunnen. Als ze even wat beurzen, zeg maar, met handelen, dan kunnen ze op een hele dunne, goedkope manier de koers heel erg pumpen. Ik weet niet of je dat ook nog kan regelen. Ja, als natuurlijk alle beurzen volledig, alle liquiditeit er is, dan is het heel lastig. Want als je iets omhoog pumpt, dan krijg je een heleboel verkooporders, winstneming en zo. Maar als je die even stillegt, dan is dat ook wat makkelijker. Ja, maar dat is nog met de Ripple nog niet gebeurd. Dus dat is nog niet. En je kan altijd in het Ripple-protocol zelf, kun je altijd je transacties inknallen. Want dan heb je namelijk bitcoins. Je kan in Ripple kun je ook bitcoins bezitten. Hè? Ik weet niet of jullie dat weten. Dat is dan via een derde partij. Een soort lightning netwerk. Oh, zo'n soort wrapped bitcoins. Ja, een soort wrapped bitcoin inderdaad. Dan kun je bijvoorbeeld dat een bitstamp. Ook iets, ja. Over die transactiekosten die zo hoog zijn. Ja, je hebt nou wrapped bitcoins op Ethereum. En op al die chains die hebben we wrapped bitcoins, geloof ik. Hè? Dan kan je op een goedkope manier bitcoins handelen. Alleen heb je ze dan niet zelf in hand. Maar zitten ze dan wel bij een third party. Ja, en ik zit nou, ik kijk eventjes op Bittrex, wrapped bitcoin. Volgens mij kun je, hier heb je wrapped bitcoin tegen de bitcoin. Die prijs staat inderdaad op 1 bitcoin per wrapped bitcoin, dus dat is allemaal nog juist. Maar als je ze dan wil verkopen, je kan op de 1, kun je 0,004 BTC en dan kun je net onder de 0,99 kun je nog 2,5 wrapped bitcoin verkopen, maar dan schiet de prijs al naar 0,88. Dus als je 5 wrapped bitcoins hebt, ja, hoe kom je er dan vanaf? Maar goed. Als je weer een echte bitcoin terug wil, om het zo te zeggen. Ja, we hebben nog één bitcoin berichtje. Daarna gaan we even over naar het overige nieuws. Dit ging trouwens ook nog over die transactiekosten. Want er was iemand zo onvertuinlijk om... wat was het? 3,5 bitcoin aan transactiekosten te betalen voor een piepklein beetje, voor een paar satoshis, geloof ik. Ja, dat was deze week ook. Je kan dus bij de meeste wallets die je gebruikt, worden de fee wordt automatisch berekend, zeg maar, op basis van wat op dat moment de fee-kosten zijn. En dan kun je kiezen, wil ik een snelle transactie, of een gewone transactie, of een trage transactie. En dan kun je dus wel iets van de fee beïnvloeden. Maar je kan ook gewoon in de Bitcoin UT wallet, wat dus gewoon de echte wallet is. En alle de meeste mobiele wallets die maken uiteindelijk gebruik van die wallet. En dan kun je dus zelf handmatig instellen hoeveel transactiefee dat je wil betalen.
Mm-hmm. En heeft er waarschijnlijk heeft iemand op het bedrag wat hij wil overmaken, heeft hij de fee gezet. En de fee die hij wil betalen, heeft hij het bedrag wat hij wil overmaken gezet. En dus werd er naar iemand 0,005 bitcoin verstuurd met een transactiefee van 3,5 bitcoin. Oh, die miners zijn wel echt gelukkig met zo iemand. Ja, dan heb je als miner heb je inderdaad, nou ja, 12,5 is het normaal volgens mij. Of is het nou inmiddels al 6,25? Weet ik niet eens meer. Maar dan heb je dus ineens een stijging van je blok van, nou ja, tientallen procent van je opbrengst van je blok. Dus is er iemand erg blij. Het is in het verleden wel eens vaker gebeurd. Ook in Ethereum is het wel eens gebeurd. En toen hebben de miners in Bitcoin, in 2014 was het een keer gebeurd, en toen hebben die miners hebben het teruggegeven aan dat adres. Oké, dat was sympathiek. Ja. Ja, dat was heel sympathiek van ze. Dat hadden ze niet hoeven doen, maar dat hebben ze wel gedaan. Of, ja, dat weet ik nog niet helemaal. Je zit ook als te denken dat het een witwastransactie is, toch? Heb je dat, Nee, maar dan ben je wel je geld kwijt, hè? Als je dat doet, dan ben je ze kwijt. Ja, maar als je een miner kent, ja, je moet natuurlijk wel. Ja, je weet nooit zeker welke miner het krijgt. Precies, precies. Dus dat is dan moet je met alle miners een soort regelingetje hebben. Ja, maar dan zou het inderdaad wel mogelijk zijn. Maar dan moet je alsnog geluk hebben dat je bij de miners met wie je een regelingetje hebt, dat die toevallig je blok minen. Dus ja, ik weet niet of ik dat risico zou willen nemen met mijn centen. Want het hoeft maar één keer fout te gaan. En natuurlijk, kijk, als je aan het witwassen bent, dan wil je eigenlijk dat je niet opvalt. En wij behandelen nu deze transactie in onze radioshow. Dus als je echt aan het witwassen bent, dan is dat niet echt een goede tactiek. Want er zit iedere keer als je dat doet, dan zit iedereen te zeggen van, oh, wat moet je deze transactie eens zien? Nou, dan trek je alle aandacht naar je toe. Ja, maar het is wel een manier. Je hebt wel een soort plausible deniability. Hè? Je kan zeggen van, er is één iemand die heeft een enorme fout gemaakt. En die miner die heeft dan opeens een hele berg winst. Als jij zelf die miner bent, zeg maar, en jij hebt ongedeclareerde bitcoins, zeg maar, zwarte bitcoins. Mm-hmm. En je hebt zelf ook een grote miner. Dan doe je de grote berg transactiekosten. En als miner heb je dan opeens eerlijk verdiend. Dat is zo, ja, ja, ja. Maar ja, en nogmaals, het is dus wel een ontzettend risico, want dat die miner die jij kent, jouw transactie... Dan heb je een andere miner aan. Eén keer garantie. Ja, ik zou er meer verwachten in die dunne handel als CryptoKitties of zo. Dat soort dingen. Of ook die non-fungible tokens, waar nou veel over te doen is. Die NFT's, hè, de nieuwste hype weer. Dat je dan een soort, weet ik veel, een baseballkaart of zo. Maar ja. Dat je allemaal soort verzamelobjecten hebt. Waarvan de waarde gewoon alle kanten op kan gaan. Net zoals een baseballkaart. Die kan gewoon, ja, het is heel zeldzaam, het is heel duur. En dan kan je, ja, in principe denk ik dan in hele, hele dunne handelde dingen. Kan je opeens van, ja, ik heb gewoon een CryptoKip die je verkocht met 6000% winst. Hè? Ja, weet ik veel wie het gekocht hebt. Ja, dat is zo. Ja. Maar goed, ja, we hebben nog veel meer nieuws. En moet ik even kijken hoor. Volgens mij gaan we weer van nu naar bankennieuws. Oké. Ja, er gaat weer lekker bij geprint worden, jongens. VS gaat helemaal Zimbabwe. Want wat hebben ze nu weer bijgejast? Aan dollars? 900 miljard. Ja, hallo. Laten we het nog één triljoentje bij doen. Ja, joh. Yeah. Want we hebben pas 20%. Kijk, ik weet niet meer van op, dollars. Nee, ja. Het is nou toch chaos. En kijk, het is wel... Trump reageerde daarop met een tweet van... ik weet niet eens meer precies wat hij schreef, maar dat is allemaal nergens meer... Ja, dat allemaal nergens op sloeg, dat zo groot was. Maar dat heb je dus als je de reservemunt van de wereld bent. Ja, een heleboel van dat geld, dat gaat bijvoorbeeld, Peter, naar Oekraïne. Ik zag ook 1,3 miljard naar Egypte.
Ja, 1,3 biljoen in het internet. Ja, biljoen. Dus 1300 miljoen naar Egypte. Ja, daar kun je van vinden wat je wilt, maar dat is gewoon internationale politiek. En dat heeft eigenlijk met de Amerikaanse economie helemaal niks te maken. Maar dat geld moeten ze dus wel elke keer bijdrukken. Dus ja, nou, ik weet niet goed wat. Maar wat er wel grappig was, is dat eerder de Democraten hadden dit gewijzigd. Dan had Trump een $1200 per persoon stimulus. En die hadden gezegd, nee, dat was pittance. Dat was gewoon een slag in het gezicht, 1200. Maar zij wilden het om politieke redenen tegenhouden. Dat was nog voor de verkiezingen. En na de verkiezingen is het $600. En dat is opeens wel goedgekeurd. Ik ben wel heel erg blij mee met $600. Maar ik begreep dat elke Amerikaan gaat hier $3000 in de min. Dus je gaat zeg maar via de staat ga je $3000 achteruit. En dan krijg je een check van $600 in de mail. En de rest van dat geld, dat gaat inderdaad allemaal naar Oekraïne of naar Egypte of daar allemaal in ieder zakken, zeg maar. In de vergoeding voor Hunter Biden zijn de loonkosten zo. Ja, het is maar het was zelfs zo erg dat Trump zei, en Rand Paul zei het ook al, van de Republikeinen maken zich ook helemaal belachelijk. Het staat nergens meer op. Je kan nou niet meer als een serieuze, conservatieve partij te boek staan. Als je dit soort enorme pork, noemen ze dat. Hè? Er zit een heleboel pork in verborgen voor Jan Hallen. Dat was wel mooi aan Trump. Dat Trump gewoon zei van, dat teken ik niet. Er zit zoveel pork in. Ik wil minimaal $2000. Dus dat betekent dat je $3000 kwijtraakt om de $2000 terug te krijgen. Dat betekent dat Oekraïne waarschijnlijk minder geld gaat krijgen als die dat niet tekent. Of ze stellen het gewoon uit tot Biden er is en dan tekent die het wel. Ja, ik denk toch dat ze het nog, want er zijn dus al die berichtjes, allerlei, ik weet even niet goed hoe ik het moet zeggen, want het is wet, maar er zijn dus allerlei dingen behandeld in de Amerikaanse Tweede Kamer, Eerste Kamer, waarin dus staat dat er een digitale munt gaat komen en daar worden alle corona tegoeden opgestort. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Misschien dat die 600 nog als een check in de mail komt, maar ik denk dat ze vanaf volgend jaar krijgen ze dus allemaal een digitale munt. En dan zullen ze dus aan de crypto moeten. En dan is het natuurlijk nog veel makkelijker om geld bij te printen. Want dan is het gewoon één druk op de knop en hoplakee, het rolt er zo uit. Dus, het punt is ook een beetje waar ze nu mee zitten, is dat ook als ze een heleboel geld bijdrukken, als mensen heel bang zijn, dan gaan ze toch sparen, ondanks dat die inflatie dreigt. En dat de omloopsnelheid gaat terug. Dus ze kunnen in feite niet de inflatie omhoog krijgen. Als je een hele hoop geld drukt en je dumpt het op Mars neer, dan gaat de inflatie ook niet omhoog. En dat is eigenlijk een beetje waar het nu op lijkt. Maar als jij in de digitale munt geld drukt, in mensen hun rekening, en je zegt aan het eind van de maand is het 4% minder waard, dan hebben mensen iets van, oh shit, ik moet er snel mogelijk wat van kopen. En dan zouden ze de omloopsnelheid omhoog kunnen. Dan kunnen ze echt inflatie afdwingen ook, als ze dat willen. Ja. Makkelijker. Ja, precies. En het is allemaal programmeerbaar geld, dus het is allemaal, in theorie is het allemaal mogelijk. Ja, en ze kunnen ook zeggen, je mag het niet aan alcohol uitgeven, maar wel een sigaret of zo. Dus er zit ook een enorme belangengroep lobby dan weer achter. Die gaat zeggen van, maar ik vind dat brillen er dit jaar in moeten zitten of zo. Ja, dan moet de brillenlobby, die moeten we helemaal geld naartoe schuiven. En dan krijgen ze brillen die in het pakket zitten. En dan worden melk. Weet ik veel. Fris dranken er weer uitgehaald. Zo. Of die krijgen dan een afwaardering van 10% per maand. En dan moeten die weer gaan lobbyen. Dus het wordt één groot gelobby om dan de laagste geldontwaarding te krijgen op jouw product. Ja. Ja, ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat lopen. Allemaal groene producten en zo. Die kan je, dan, als je die wil kopen, dan blijf je geld heel lang houdbaar. Ja. Mm-hmm.
Ja, dan hebben we hier nog een berichtje van het IMF. Ik zal hem even erbij pakken. IMF die onderzoekt kredietscoren op basis van internetgedrag. Ja, ik geloof best dat dat zou kunnen. Dat je daar wel een aardige indruk van kan krijgen. Ja, het gaat erover dat internetgedrag heel veel zegt. Dit is natuurlijk ook weer de social credit score. Sorry dat ik er half in vlieg. Maar het is een artikel van geotrendlines.nl. En in China kennen we dat natuurlijk al langer, de sociale kredietscore, waarbij als je je lening niet goed aflost of als je, dan wordt die score naar beneden bijgesteld. Maar als je dan bloed gaat geven bij de bloedbank, dan kun je weer extra punten krijgen. Punt is ook dat er dus mensen zijn die gekort worden op hun kredietscore omdat ze gewoon anti-overheid dingen schrijven. Oeh. Ja, en nu komt er dus hier op 21 december een berichtje dat het IMF onderzoekt de kredietscore op basis van internetgedrag. Dus ja, we hebben al gezien dat het Nederlandse leger dit jaar mensen bespioneerde, hè, op social media, waarbij ze dus in kaart wilden brengen wie dat er onwelgevallige meningen uitte. En ja, het gaat toch een beetje die kant op. Dus als jij nog wil vliegen, met de trein wil, of ja, op een gegeven moment kun je er alles aan gaan koppelen natuurlijk. Hè. Een baan wil, een lening wil krijgen, dan heb jij een score nodig waarin dus staat vermeld van nou, dit is een goede persoon voor de maatschappij. En dan wordt jou die lening gegund. Nou, dat is een beetje... ja... Dat is een beetje waar het over gaat. Dus wat mij betreft een hele gevaarlijke ontwikkeling voor de vrijheid van de mensen. Ja, en toch denk ik dat ook commerciële partijen die zouden op basis van... die zouden best kunnen zeggen dat ik een hele vrije samenleving had. En er zijn mensen die kapitaal willen uitzetten. En die zeggen van nou ja, wij willen best lenen aan mensen. Maar dan willen we wel je sociale media zien. En zien wat jij zo wel uitvreet daar. Om een idee te krijgen wat voor persoon je bent. En ja, als jij dat geld wil hebben. Je hoeft het niet te doen. Maar als je geld wil hebben. Dan moet je dat openzetten. En dan kunnen ze er een goede indruk van krijgen. Is natuurlijk altijd een beetje het probleem dat degene die het geld verstrekt hier, die verzint het gewoon uit de geldpers, zeg maar. Dus dan hebben ze eigenlijk helemaal geen recht op om dat te mogen zeggen. En ze zijn ook een monopolie, dus dat betekent dat je tenminste voor gelddrukken zijn ze een monopolie, dat je daaraan vastzit. Al die sociale credit score, dat wordt wel heel eng, ja, zoals die vaccins en zo, vaccinatiepaspoorten. En je ziet nou wat er bij Groot-Brittannië wordt er al mee gedreigd. Hè. Dus, nou is er zogenaamd opeens pop daar een nog ergere vorm van het virus tevoorschijn. Ja. En opeens wordt alle reizen naar de UK wordt opeens helemaal stilgelegd. En dat is ook zo'n voorproefje van vlak voordat de onderhandelingen met over Brexit ten einde lopen, wordt nog even de Britten op het even laten zien, even een show de force. Hè, van oké, dit is even wat er gebeurt. Hè. Jullie mogen nergens meer naartoe reizen. Helemaal opgesloten op je eiland. Dus geef ons nou maar wat je wilt. Het is eigenlijk een soort verhuld, ja, even een soort dreigement. Even laten voelen dat ze verkeerd gestemd hebben met de Brexit. Wordt het land even van alle kanten op slot gezet. En waarschijnlijk hebben ze dan ook weer mensen in Groot-Brittannië zetten die opeens zo'n dodelijke strain van het coronavirus kunnen ontdekken. Het hoeft natuurlijk, dat er natuurlijk duizenden mutaties zijn en dat het helemaal niet, weet je wel, net als bij die griep. Er zijn zoveel verschillende vormen van griep. En het wordt ook elke keer, is ook de reden dat een vaccin dus niet werkt, omdat het heel snel muteert. Ben je altijd te laat met je vaccin. Want dan is het tegen de tijd dat je het bij mensen kan inspuiten, is het al veranderd. Dus dan ben je, ja, het is altijd een gokje, zeg maar, van
dat is ook met de griepprik zo. Is die effectief of niet? Want in hoeverre is het griepvirus gemuteerd dat het aanslaat? Nou ja, en, ja, nou, dat is heel natuurlijk zo. Maar het is ook zo, er werd gezegd al van, mensen vroegen, er waren gelijk mensen die roken hier natuurlijk onraad. En die zeiden van, wat nou 70% dodelijker? Hoeveel data heb je op te baseren? Zeg maar. Ja, het blijkt natuurlijk dat als je dat wetenschappelijk gaat bekijken, van ja, hoeveel data moet je hebben om dat te kunnen bepalen. Dan moet je heel veel data hebben. Dat was er gewoon helemaal niet. Het is anderhalve man in een paardenkop. Dat was natuurlijk net zoals in China. Er was een videobeeld dat er één iemand dood neerviel op straat. En ja, dat bleek. Het is voornamelijk onzin, denk ik. Dit is gewoon worden uit de hoge hoed getoverd. Gewoon om ze even een lesje te lezen. Ik denk dat. Ik denk dat het voornamelijk politiek is. Het is gewoon politiek en het heeft weinig met volksgezondheid te maken. Ja. Maar inderdaad, die vaccins, het is een hele rare bedoeling. Ik voel iedereen wel aan dat er iets niet mee klopt. Ik las ook al een heleboel van de healthcare workers het vaccin weigeren. Zeg maar. Dus die zitten daar, die denken ook van, wat krijgen we nou? Dat kan toch helemaal niet zo, er slecht testen. Niet op dieren getest. En dat is. Ook. Je ziet het ook aan die fact-check. Hè? Ik vond dat, dan valt er zo'n zuster. Die valt gewoon 10 minuten nadat ze het virus heeft genomen. In Tennessee. Valt er gewoon neer tijdens de persconferentie. Ja, is die nou overleden of niet? Nee, volgens mij was het gerucht dat hij overleden was. Maar dat was volgens mij niet zo. Maar je zag gelijk alle factcheckers, die komen gelijk alle hoeken en gaten komen de factcheckers van ja, maar dat was ook iemand die, die had een aandoening dat ze om de havenklap flauw viel. Dus nee, ik kan absoluut niet zeggen dat het vaccin dat veroorzaakt heeft. En deze, dat is al de zuster en die had een aandoening dat ze bij het minst of geritste pijntje dat ze flauw viel. Oké, dat is een leuk beroep dat je dan kiest, zuster. Maar, ja, en ook dat zij haar uit gaan kiezen om dat vaccin op te gaan testen. Want er zijn toch genoeg schapen net als aan. Weet je wel? Dus, zijn ook al in Alaska waar een aantal dokters enorme allergische reacties. Eentje moest zelfs op de intensive care opgenomen worden. Waarna een herziening kwam van ja, als je enorme allergische reacties had, dan moest je misschien maar het vaccin alleen in een ziekenhuis nemen. Zodat je gelijk ervoor behandeld kon worden als het misging. Maar ik denk dat er heel veel mensen wel iets hebben van, ja, wat is dit voor, dit is natuurlijk nog nooit eerder gedaan, zo'n mRNA-vaccin, dat is, en dan gaat het gelijk gewoon live testen op iedereen, op grotere talen. Zo vragen om problemen, maar het wordt doorgepusht met een kracht dat ongelooflijk is. En alle media, is ook gelijk elk berichtje, elke dag is er wel weer een berichtje om dat vaccin te promoten. En het zijn allemaal van die dingen eromheen, van, wie krijgt het vaccin als eerste? En kan je doneren aan een ziekenhuis om eerder bovenaan de lijst te komen om het te krijgen? En dit zijn de 60 meest voorkomende desinformatie over het vaccin. En dan komen allemaal van die desinformatie waar je dan nooit van gehoord hebt. Ja, en die ook totaal nergens op slaat. En je denkt, er is niemand die dit gelooft. Maar ja, die stroomman, dat is gewoon desinformatie. Ja, dat is gewoon om de mensen die dus nog geloven in de desinformatie van de overheid. Ja, weet je wel, je krijgt ook zulke rare commentaren, joh. Ik ben nou weer lekker actief op de NOS, want ja, waarom niet? En dan schrijven ze een berichtje en dan schrijf ik er weer iets overheen. Maar dan krijg je dus al die mondkapjesdragers die daar helemaal alle topfans van de NOS. En als je af en toe ziet wat die dan voor dingen schrijven, weet je wel. Wat voor feiten dat die aanhalen, zeg maar. Dan denk ik bij mezelf van, joh. Ja, de mensen zijn echt gebrainwashed. Het is echt gewoon. Ja, ze zijn ontzettend slecht geïnformeerd, valt mij vaak op. En dat hoorde laatst ook zo van een dame, die had dan een WOP-verzoek gedaan bij de RIVM. Van waarop is jullie, wat is jullie wetenschappelijke basis om te zeggen dat het veilig is? Deze vaccin. Ja, dat is heel moeilijk. We hebben 4 weken om te reageren. Dat is wettelijk verplicht. Nog 4 weken uitstel. Nou ja, dat is dan ook. Dat mag dan ook nog. En dan uiteindelijk hadden ze gewoon een PubMed search gedaan. En kwamen ze met allemaal artikelen aanzetten over vaccins die helemaal niet gebruikt werden.
Ja. Maar allerlei WOP-verzoeken waren daarvan onderweg. En dan wordt er gewoon gezegd, nee ja, sorry, corona. We kunnen geen antwoord meer geven op jullie WOP-verzoek. Dus net als het spannend begint te worden, want ze trekken dat allemaal uit. En dan zeggen ze, nee, dan moet u bij een ander orgaan gaan aanvragen. Dan moet u bij die gemeente of bij die provincie. Of, dus dat is dan al een jaar vertraagd. Nou, en op een gegeven moment dan, ja... verzinnen ze dus gewoon zo'n coronacrisis en dan zeggen ze de WOP-verzoeken zijn afgeschaft. Dus ja, heb je er uiteindelijk nog niks aan. Want net als het spannend wordt, dan trekken ze het eruit. Volgens mij is Peter weer terug. Ja, er kwam al een telefoongesprek tussendoor, hallo. Ik ga heel even, ik doe even een ander lampje aan en ik pak even een pilsje erbij, jongens. Ik ben zo terug. Ja, ik zit ook droog. Peter, misschien als jij het leuk vindt, kan je even de... Even, moet ik het gesprek even draaiende houden? Ja. Bijvoorbeeld die COVID-bill in de Verenigde Staten. Daar wist ik ook nog van. Daar zat ook in verborgen dat illegaal streamen, dat is een felony waarvoor je naar de gevangenis kan gaan. Dat soort dingetjes zitten er ook weer allemaal in verstopt. Ja, het is geloof ik ook weer duizenden pagina's, deze COVID-bill, die niemand gelezen heeft. Dat is ook altijd de regel. Niemand leest wat daarin staat. Je kan opeens voor allerlei dingen weer strafbaar staan, want die duizenden pagina's staan natuurlijk allemaal strafbare feiten weer ingenoemd. Behalve dat er ook allerlei geld wordt weggegeven aan vriendjes. En je kan er niet tegen zijn, want dan ben je natuurlijk een science denier, als jij een corona denier. Ja, ik had even gemist wat er op het eind gezegd wordt, maar ik weet niet wat ik ervan moet vinden, maar de reacties die je krijgt op social media van mensen die dus het nieuws geloven, het is echt beneden alle peil. Het is ongekend hoe dat die mensen de wereld verklaren, om het maar even zo te zeggen. Ik snap niet dat ze zelf niet in de gaten hebben dat het helemaal nergens op slaat. En dan zeggen ze dus, dan zeg ik ja, want... Al die kinderen worden bang gemaakt omdat ze op scholen allemaal een mondkapje moeten dragen. En als ze daar dan komen, dan staan er allemaal aanplakbiljetten van... als je je oma niet wil vermoorden, dan moet je een mondkapje op. En dan zeggen de mensen gewoon, ja, dat is helemaal niet zo. En dan zeg ik, joh, ik weet niet waar jij kijkt, maar ik heb minstens iets van 10 van die foto's voorbij zien komen. En in Amsterdam hebben ze zelfs een hele reclamecampagne van... wil je je oma niet killen... ga dan niet met je vrienden chillen of zoiets. Ik weet het niet meer, maar ja, dat die mensen dat dus allemaal niet meekrijgen, weet je wel. Omdat die in zo'n bubbel leven, dat ze alleen maar hele dagen over het aantal besmettingen en of je wel of geen vuurwerk mag afsteken. Ja, dat is ook het punt. Elk nieuwsberichtje wat er uit de mainstream media komt, dat is allemaal... in de trend van deze dag zijn er weer een record aantal besmettingen in, weet ik, Heerhugowaard gemeten of zo. En allemaal dat soort dingen. Dus ja, het wordt er wel behoorlijk ingepompt bij mensen. Ja, de angst regeert. Ja. Inderdaad. Maar toch heb ik het idee dat, ja, ik hoorde dat iemand ook al zeggen, dit is niet... het gedrag van een overheid die de touwtjes strak in handen heeft. Die gewoon zelfverzekerd is en die gewoon... Het is ook al het gedrag van een overheid die een beetje wanhopig is. Want ik denk dat je... ja, dat je hele grote groepen mensen van je begint te vervreemden door je... Ja, hij houdt natuurlijk altijd een groep mensen over die alles geloven op alle terreinen. Maar ze schuimen nou door een heleboel verschillende terreinen heen. En nou komen ze dat medische terrein, de medische tyrannie. Ik denk dat er ook daar weer een heleboel mensen nou gaan afvallen. Die denken van, ja, maar hier weet ik echt wel waar het over gaat. Die klopt geen zak van. Ja. Nou geloof ik ook niet meer wat er
over andere dingen gezegd wordt. Ja, ja, ik heb wel eens in een ziekenhuis moeten werken afgelopen jaar. En viel me wel op dat, ja, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken. Er is gewoon één dokter die ik hoorde. Maar ja, die was sowieso al een beetje sceptisch over alles. En oh ja, hij staat ook altijd buiten te roken. Dus maar die was ook over dat hele COVID toen dat opkwam. Had zich, ja, goed, ja, ik heb het wel, volgens mij wel eens verteld. Hè, dat die had zich er dan een beetje in verdiept. Of die wist er wel wat van. En die zei al meteen, dat is in maart, zei hij, oh, dit is een melkkoe dit. De echte melkkoe. Ik ga ook wat in de pharmaceuticals investeren. Want hij zei, dit is een continu muterend virus. Dus dit is echt... Je kan je zo... En ik hoorde ook dat vaccin, dat was dan ook, je moest ingespoten worden, dan moest je twee shots nemen. 4 weken later nog een shot. Ja. En dan was je een maand of 2 maanden lang was je dan beveiligd. Zeg maar. Dan moest je daarna weer booster shots nemen. Mm-hmm. Dus dat betekent gewoon dat je A, je kan het nog steeds krijgen. B, want de kans dat je het niet krijgt is geloof ik, dat is ook raar, want de kans dat je het overleeft is iets van 99,7% of zo. Ja, ja. De kans mm-hmm. Dat het vaccin werkt is dan 95% voor de beste vaccin. Ja, eigenlijk is het virus een grotere kans op overleven dan het vaccin. Ja, wat was daar dan weer? Je moet dus onder havenklap moet je weer een booster halen. En het muteert als de neten, dus dan moet je ook steeds weer een andere vaccin ervoor halen. Dus je moet gewoon elke maand naar het ziekenhuis redden om €100 uit te geven. Dus ja, het is natuurlijk een grote... Dan mag je wel vliegen, Peter. Mag je wel daarna met het vliegtuig, hè? Dan ben je wel gelukkig. Dat je daarna gewoon niet meer kan vliegen. Dat je gewoon helemaal uit elkaar valt aan alle kanten. Een grote allergische troepbergen worden dan. Ik weet wel van de griepprik. Dat mensen daar ook ziek van worden als ze die griepprik gekregen hebben. Sommige mensen worden daar dan ziek van. Nou, je zal dus maar één keer per 2 maanden of 1 keer per maand zo'n prik moeten halen en je dan een week slecht voelen. Ja, ik snap niet dat mensen eraan beginnen. Joh. Plus je hele immuunsysteem die krijgt een opdonder elke keer. Dat je echt wel kan afvragen of dat geen langetermijn gevolgen heeft. Precies, ja. En waarvan dus iedereen zegt, die langetermijngevolgen zijn er wel. Want na een jaar prikken, dan is iedereen onvruchtbaar. Ja, en het rare is ook dat om de lange termijn gevolgen te bepalen van zoiets, moet je een bepaalde groep mensen nemen, een controlled random test doen. Dus je neemt een gedeelte van mensen die geef je een placebo en een gedeelte geef je een vaccin. En dan ga je kijken van, als er nou later mensen allemaal hersentumoren krijgen, is dat dan meer voorkomen bij de vaccingroep dan bij de controlegroep. Ja. En het is dus belangrijk dat je de controlegroep niet inent, want anders dan kan je het verschil niet meer zien. Wat gebeurt er nou, hoorde ik? Gaan ze de controlegroep inenten, want iedereen moet het vaccin krijgen. Dus dan kan je dus nooit meer zien of de lange termijn dadelijke gevolgen zijn van het virus, want je hebt je controlegroep heb je verpest. Je kan nooit meer het verschil zien. Ja, dus het andere wat er gebeurt, dat is ook wel raar. Kijk, wat je normaal zou moeten doen is een vaccin nemen en dat vergelijken met een suikerwater of zoiets. Waarvan zowel de dokter niet weet dat het een placebo is als de patiënt. En het moet ook echt een placebo zijn. Maar wat ze heel vaak doen is dat ze bijvoorbeeld vergelijken met de adjuvant bij een... Dus een virus is een verzwakte ziekteverwerker, maar er zit ook een adjuvant bij. Het is een of andere aluminium of een of kwik hebben ze wel gebruikt in het verleden ook, of schoonmaakmiddel, om jouw immuunsysteem hyperactief te maken, dat die dat gaat aanleren. Dat is de ziekteverwerker waar die op moet reageren. Hm. En wat ze dan vaak doen is gewoon, aan de ene kant nemen ze het vaccin, aan de andere kant nemen ze dan de adjuvant. Waarmee je natuurlijk niet meet of de adjuvant slechte gevolgen heeft. Mm-hmm. Je moet natuurlijk vergelijken met een echte placebo waar helemaal niks in zit. Ja. Ja, er is zoveel fraude aan de gang over het hele gebied. En dat er dus niemand daar vragen bij stelt, baart me echt ontzettend zorgen. En dat iedereen dus zomaar
ja, zo angstig is door maanden van brainwashing, dat ze dus echt gewoon niet meer normaal kunnen nadenken. Ja, en wat je ook hoort is dat de mensen die het verdedigen, die zijn gewoon heel slecht geïnformeerd. Die weten helemaal niet wat erin zit. Die weten niet hoe die tests gedaan worden. Die, echt de meeste, die zijn echt het slechts geïnformeerd van allemaal. En al diegenen die dan zogenaamd aluhoedjes zijn en complotdenkers. En die zijn allemaal super geïnformeerd. Die weten allemaal. En die zitten allemaal literatuur na te lezen. En onderzoeken te vergelijken. Want jij wil niet voor aluhoedje uit worden gemaakt. Dus je moet wel je feiten bereiken. Maar het maakt niet uit. Want je komt gewoon tegen iemand die zo dom is als een deurknop. En die gewoon zegt van. Jij bent een wappie. Zeg je ja, je bent een wappie. Hup, klaar. Ja. Ja, dat is echt. En dat maakt niet uit hoeveel feiten je hebt, of hoeveel onderzoeken je achter je hebt, of hoeveel logica daar. Nee, je bent een wappie. Zo. Ja, hetzelfde als, weet je wel, en ze geloven het ook gewoon nooit. Dan zeggen ze, ja, geef dan eens het bewijs. Ja, sorry, ik heb hier nou niet het bewijs liggen, weet je wel. Ik heb gewoon. Ik kijk naar een café Weltschmerz bijvoorbeeld, en daarin zit iemand die. Zich heeft gespecialiseerd op de PCR-test en die zit daar al voor de derde keer en die zegt dan, oh, ik heb nu te melden dat sinds de vorige keer dat ik hier zat heeft op de website van het RIVM gestaan dat het aantal cycli is verhoogd voor een test en vanaf nu doen we niet 25 maar 35 en daardoor is die hele test eigenlijk onbetrouwbaar geworden. Nou, dan zeg ik dat. Zeggen ze, ja, lever dat bewijs dan. Ja, ik ga niet heel de dag op de website van het RIVM zitten om het te checken. Weet je wel, maar... En weet je wat ook dus... grappig is? Dat ze meestal is het vermogen om te googlen is gewoon helemaal verdwenen opeens. Hè? Dus als zij... Ze kunnen je wel voor wappie uitmaken, maar dan zeg je... vorige week is de aantal cycles verhoogd van zoveel naar zoveel. Lever het bewijs dan. Ze zeggen niet van, nou, ik ga dat even opzoeken zelf. Om te kijken of dat... Of dat zo klopt. Nee, ze weten gewoon niet meer hoe het internet werkt. Ze weten gewoon opeens niet meer hoe ze dingen kunnen vinden of zo. Ze zijn echt helemaal hulpeloos geworden. Jij moet het gewoon helemaal voorkouwen. En als jij ze dan zeg maar een link stuurt, dan zeggen ze, oh ja, die site. Nou, dit is iets als Sander News. Of Nine for News. Of weet ik veel wat voor. Ja, dan is dan, dan schiet je nog niks op. Ja. Het is echt ongekend. Ik zat er vandaag met mijn oma zat ik erover te praten. Het zijn ongekende tijden en we gaan hier echt op terugkijken van nou, wir haben es nicht gewusst, zeggen al die mensen over een paar jaar. En dan hebben we dus niks geleerd in de afgelopen 70 jaar en dan zijn we allemaal nog net zo dom en de nieuwe Hitler, nou ik zal zijn naam even niet noemen wie ik denk, wie dat dan de nieuwe Hitler wordt, maar het is ongelooflijk jongens, het is ongelooflijk. Ja. Dat ik denk dat er niet eens... Er is niemand aan te wijzen voor dit debakel. Want straks wijst iedereen naar elkaar toe. Dus straks. Ik denk dat straks wel heel veel tijd kan duren hoor. Want als jij. Wie zegt dat het over 2 jaar. Dat we hier over 2 jaar terugkijken van. Nou, dat was dom. Het kan wel dat we over 2 jaar terugkijken en denken van. Nou, dat was een gouden tijd. Net zoals je nou 2 jaar terugkijkt. Denk je, ja, toen kon je nog reizen, op vakantie gaan en zo. Dat was. Eigenlijk nog veel beter. Je betaalde de helft van je inkomen aan belasting, maar je had toch nog relatief wat vrijheden. Maar misschien dat je over 2 jaar dat je denkt van shit, mijn social credit card score is niet genoeg om mijn kinderen te zien of zo. Mm-hmm. Ja, als je terugkijkt naar de geschiedenis, zie je dat ze heel vaak rare dingen gedaan hebben, maar er wordt op een gegeven moment gewoon niet meer over gesproken. Ik bedoel, weet je dat er nog een tijd geweest is dat heel normaal is dat kinderen met insectengif werden ingespoten tegen luizen. Een soort van insectengif wat gewoon vandaag de dag gewoon compleet verboden is. Hè? Ja, daar werden kinderen gewoon mee ingespoten. Ja. Of was dat met dat DTT overspoten? Ja, ja, overspoten. Overspoten, ja. Sorry, ja. In de bloedbaan gespoten. Nee, maar dat hebben ze ook gedaan. Hè? Dat is natuurlijk ook in Amerika die... Tashkuga experiment of zo. Er zijn ook allerlei dingen dat zwarten die waren dan met syfilis besmet en hadden ze niet gezegd en om het ziekteverloop te kunnen volgen of zo. Dus het is natuurlijk raar dat soort mensen die dezelfde overheid nou zegt van zwarten moeten voorrang hebben bij het vaccin. Oké, ga deze beker bij van mij voorbij. Ja, ik heb white privilege, dus ik ga even helemaal achteraan die rij staan, denk ik. Ik geef
Ik wil het slavenverleden wil ik goed maken door zo laat mogelijk dit vaccin te benutten. Het is een experiment, dus blank als laatste. Tegen de tijd dat ze bij de blank aankomen, ja, dan gaan eerst even, weet je wel, alle tokkies eerst, weet je wel. En wat hebben we nog meer waar we vanaf moeten? En dan als laatste gewoon, ja, de politici. En ja, wat ook raar is, vind ik, dat de World Health Organization, dat eerst was het zo, Google zei, of de YouTube CEO, die zei van, ja, je mag niet. Alles wat de World Health Organization tegenspreekt, wordt gelijk gewist. Nou, dat is dan kennelijk. Misschien heeft Bill Gates, die financiert als grootste de World Health Organization. Misschien heeft hij dat dan ook. Heeft hij YouTube betaald om dat te doen? En de World Health Organization heeft nou al meerdere keren gezet van kap met die lockdowns. Kappen met die lockdowns. Het is gewoon super slecht. De armoede, wereldwijde armoede, die vliegt pan uit. Je hebt een heleboel, ik geloof dat een derde van de coronaslachtoffers, dat zijn mensen tussen de 20 en 30. Dus dat zijn mensen, slachtoffers van de lockdown. Die de overdosissen, zelfmoorden omdat je het helemaal niet meer ziet zitten. En die World Health Organization is dus daarover gekanteld. Die zeggen van de kappen met die lockdowns. Maar die overheden, die hebben dus overal iets van... die Rutte, maar ook Cuomo en al die gasten, die hebben nou een middel in handen waarvan ze zeggen, dat laat ik me niet meer afnemen. Nee, de getallen gaan omhoog. Nog zwaardere lockdown. En in Engeland hebben ze een klasse 4 lockdown door het hele land. Dus die politici die luisteren ook niet meer naar die WHO. En dat maakt het eigenlijk voor mij, zeg maar, ja, over... Als we dit allemaal achter de rug hebben en het drama is duidelijk geworden, dan denk ik dat er niet echt iemand is aan te wijzen. Want ze kunnen ook gewoon zeggen van de WHO, die zegt, nee, maar wij hebben gezegd, die lockdown is een dom idee. Ik weet niet welke kant het op gaat. Je kan zelfs geband worden van social media als je gewoon WHO citeert. Ja. Ja, omdat ja. Dus die zichzelf ook tegenspreken. Hè? De ene week is het zo, de andere week is het anders. Ja, Fauci heeft zelf ook gezegd in zijn podcast van This Week in Virology. Zei hij ook gewoon van, ja, die PCR-test boven de 37 is die eigenlijk gewoon waardeloos. Ja. Boven de 37 cycles. En hij heeft ook gezegd van die mondkapjes die werken niet in maart. Geen zin om met die mondkapjes te lopen. Maar daarna zegt hij ook tegenovergesteld. Dus dat is, de vraag is altijd, als je hem niet mag tegenspreken, wat mag je dan niet tegenspreken? Iedere week een andere mening. Het lijkt wel een D66'er. Hey, maar ik was toevallig nog bij de RIVM laatst. Hè? Dus niemand draagt de mondkapjes. Dat is echt... geloof ik als ze langs de balie moesten, maar dan komen ze op het gebied van de cateraar daar en dan daar gelden wel die regels, dus dan moeten ze wel allemaal snel een mondkapje op doen en dan pakken ze hun eten, lopen ze de deur weer uit, hup, dat ding gaat weer naar beneden. We hebben nog een hele berg nieuws en ik heb trouwens even de chat gerepareerd, dus die is nou ook weer zichtbaar. Dus dat komt omdat ik vroeger direct op Twitch aan het streamen was. En nu zit er een tussenpersoon tussen. En daar moet ik dan ook de chat van installeren, anders werkt het allemaal niet. Dus bij deze, er kan weer gereageerd worden in de chat. Dan is het ook weer zichtbaar voor iedereen. Uiteraard kun je natuurlijk ook via tipbitcoin.cash. Dan kun je gelijk inbreken in de uitzending. En dan, dan kan iedereen het horen. Dan gaan we gewoon naar de volgende berichten toe. De brandweer is even ter plaatse gekomen om het pandemiepaddeltje uit de Hofvijver te vissen. Dan moeten we natuurlijk eerst weten, wat is het pandemiepaddeltje? En dan ten tweede is het toen gelukt. Tijdens het gejoel, dat was toen Rutte de lockdown afkondigde, was er nogal een gejoel gaande buiten. Dat hoorde je gewoon helemaal. Hij benoemde het ook, hè, in die toespraak. Hij sprak er ook over. Hij zegt, wat alle mensen die je nu buiten een geluid hoort maken, die zijn het probleem. Of die maakte die nog even zwart. Of ik weet ook niet precies hoe hij het zei. Ja. Maar hij heeft het ook benoemd. Ja, en
En de propaganda media, al de corporate media, zeg maar, die zeiden ook van, er zijn mensen die denken dat je het virus kunt bestrijden door op een pot of een pan te slaan. En dat ook weer zo. Van het Hek heeft het benoemd in zijn liedje. Nou, is een liedje gemaakt? Ja, dat heet Wappie. Okay. In plaats van Flappie heeft, hij, okay. heeft hij een Wappie opgenomen. Ja, ik vond het zelf een beetje een kansloos nummer, wat echt heel goedkoop mensen die kritisch nadenken over wat de overheid hen voorschrijft, eigenlijk belachelijk maken zonder echte reden. Maar ja, en als je dan bedenkt dat hij ieder jaar bij de VARA zijn oudejaarsconferentie mag doen, dan kan je ook wel een beetje afvragen van in hoeverre is dit gestuurd. Maar hij had een liedje gemaakt, Flappie, en dat heeft hij nou aangepast naar Wappie. En dan was het, wat was het nou? Dat ze met een pannetje, nou ja, in ieder geval, dat ze dus met een pannetje geluid stonden te maken. Dus ook Joep van het Hek heeft het genoemd in zijn liedje. Oké. Okay. Ja, maar het is natuurlijk onzin, want als ik weet wel, toen ik nog op mijn werk zat, toen je nog daar kantoor ging, daar zit een metaalbedrijf naar en dan elk jaar was de vakbond, die kwam daar en die gingen dan voor een hoger loon, gingen ze een rondje maken rond dat gebouw en gingen ze daar, dat zat de CAO, of een groot metaalbewerkingsbedrijf en dat was de vakbond voor metaalbewerkers. En die riepen er dan een rondje en dan gingen ze hard op een trommel slaan en fluitjes blazen om meer loon te krijgen. Maar je leest nooit dan, op dat moment, bij de Metro Nieuws en nu.nl, lees je nooit van, wat een achterlijke wappies zijn. Dat die denken dat je door op een trommeltje te slaan een fluitje kan blazen meer loon kan krijgen. Nee, als Black Lives Matter allerlei gebouwen en bedrijven in brand steekt omdat ze zwarte levens belangrijk vinden, dan zeggen ze ook niet van, leg mij daar het oorzaak-gevolgverband is tussenuit. En nou opeens kunnen ze zeggen, als je een pannetje slaat tegen het virus, dat helpt niet veel. Ja, precies. Ja, het is zo eenzijdig. Als je het eenmaal kan zien, als je het eenmaal doorziet wat voor een bullshit dat ze die mensen mee opzadelen, hè, omdat je bijvoorbeeld ervaren hebt dat er massavernietigingswapens in Irak zouden zijn die er nooit waren, of omdat je investeert in bitcoins, terwijl dat die in het nieuws elke keer als betaalmiddel voor criminelen wordt neergezet, wat nooit wat kan worden en wat de gek ervoor geeft. Dus zo kun je langzaam maar zeker, kun je dan die media een beetje doorzien, zeg maar, in hun nieuwsberichten. En dan is de volgende keer als er iets komt, is het ook meteen veel duidelijker dat het weer in dezelfde trant is als de massavernietigingswapens van Irak. Maar inderdaad, als je dat niet doorziet, ja, dan ga je er gewoon in mee en zeg je, kijk wat een wappies, en dan een week later gebeurt er precies hetzelfde, maar in een andere context. En dan zijn het ineens helden. En dan moeten ze, weet je wel, dan mogen ze op het hoogste blok, moeten ze allemaal aanbeden worden. Want ja, nee, er is systemic racism en allemaal dat soort. Ja, ik denk dat het toch wel. Er waren natuurlijk ook mensen die zeiden, je mocht niet meer demonstreren, want dat was allemaal vanwege corona. Waren anti-lockdown protesten verboden. Mensen, dat waren gewoon oma-moordenaars. Maar kwam Black Lives Matter, die kon je hier demonstreren. Was het opeens wel allemaal goed. En ja, ik denk dat er toch wel mensen moeten zien die nog een beetje verstand over hebben. En denken van, hier klopt helemaal geen bal van. Van die argumenten, die kan ik gewoon aan de kant schuiven. Want die worden er maar bij gehaald voor de sier. Mm-hmm. Ja. Valt hij weer weg misschien? Ben je er nog? Ik ben er nog, ja. Oh, sorry. Ja, ik kan even melden dat de Tip Bitcoin Cash die doet het niet. ik zat hem even te testen. Maar in ieder geval, we zijn helemaal vergeten te vermelden waar dit bericht over ging. Er was dus iemand die had een protestpan in de hofvijver gegooid. En dan gaat de brandweer, die gaat die protestpan lopen opzoeken. Dus je ziet mannen in kikvorst paden door de hofvijver waden om te kijken of ze die protestpan kunnen vinden. En die konden ze niet vinden.
Ze hebben wel 15 babylijkjes gevonden, maar verder geen protest. Ja. Oh. Nee, sorry, sorry. Ja, je kan het bericht, het filmpje ook zien. Hè? Er was iemand met pannen aan het slaan en één keer waarschijnlijk die steel die brak af of zo. Dus dat pannetje dat vloog zo in de hofvijver. Maar het zou best wel kunnen zijn dat hij hem later eruit gevist heeft. Maar in ieder geval een museum, die wilde hem hebben. Want die wilde daar een tentoonstelling van maken waarbij ze dit soort items tentoon wilden stellen. En die hadden dus gevraagd of de brandweer hem uit de hofvijver kon vissen. Dus dit is your tax dollars at work. Of in dit geval onze tax euro's. Dus ja, nou, er wordt gereageerd in de chat, zie ik. Oh, dat zou ik ook even. Ja, tolerance, zegt iemand. Ik ben benieuwd hoe dat ze nou die pan niet hebben kunnen vinden. Want dat is dus op film staat het. Ja. Er kan iemand anders zijn die hem in de tussentijd eruit gevist heeft. Hè? Dus, die denkt, hey, die wil ik hebben. Want die kan ik op een veiling zetten voor een paar miljoen of zo. Toen die hoorde dat er vraag naar die pan was. Ja. Ah ja, hoe kan je nou controleren dat het die pan was? Hm. Oh, dit is de chat in YouTube. Ik denk dat ik zie. Ja, meerdere chats. Och, dat is een high tech. Ja, te laat. Als mijn YouTube-ban opgeheven wordt, dan zijn we ook weer op. Als mijn Facebook-ban opgeheven is, dan zijn we ook op Facebook te volgen. Oh, heb je weer een plaatje van Hitler geplaatst? Nee, ik weet het niet. Ik kan gewoon niet streamen op Facebook, want dat is geblokkeerd en er staat dan verder niet bij waarom, weet je wel. Dus, het is al meer dan een maand gaande, dus ja. Okay. Ja, maar goed. Dus dan vraag je ook af van oké, als ik iets fout gedaan heb, hoe moet ik dan van mijn fouten leren, weet je wel? Als jullie niet zeggen waarom. Maar we hadden nog meer nieuws. Even kijken hoor. Met oud en nieuw, gaat de politie het heel erg druk krijgen. Dus waarom boeven vangen als je ook mensen kan checken of hun huiskamer niet te vol is? Ja, dit gaat erover dat er een samenscholingsverbod is. Of hoe moet je het zeggen? Je mag natuurlijk niet met meer mensen dan... wat is het in Nederland eigenlijk op het moment? 3 of 2 of 5? Ik weet het ook niet meer. Je mag niet met te veel mensen in één ruimte zitten in ieder geval. En, ik raad iedereen aan om als je bij iemand op bezoek gaat... laat gewoon je telefoon thuis. Nou ja, als je in een stad woont, dan is het te druk, te dicht bevolkt om dat echt op te merken, hoor, denk ik. Ik denk wel dat ze kunnen zien van, hey, we hebben normaal gesproken zoveel telefoons en dat aantal is verdubbeld. Laten we daar eens in die wijk gaan kijken. Ja, dat is een mogelijkheid. Maar dit is een beetje een berichtje in de trant van preventieve... angstzaaiing, zodat we het beleid afdwingen, zeg maar. Dus ze gaan nou schrijven dat de politie op volle woonkamers gaat checken. De corona gestapo is real, om het maar even zo uit te drukken. Vroeger kwamen ze nog kijken of je joden had, maar tegenwoordig... Nee, tegenwoordig ben je zelf al gewoon genoeg. Je hoeft geen joden te hebben. Er komt natuurlijk nog wel iets bij. En dat is dat ze ook... Ik weet niet, er wordt hier verder niet genoemd. In het AD wordt er alleen gesproken over politie aan de deur. Ik heb een soort van gelijk... Want er wordt hier ook in dit artikel wordt gesproken over politiechef Oost-Brabant. Ditzelfde artikel heeft ook in het Eindhovens Dagblad gestaan. Wij kijken nu naar het AD... Dat die elkaar heel veel quoten. Ja, en in het Eindhovens Dagblad staat, dat, ik weet niet of ik dat hier ook kan vinden, moet ik even zoeken. Nou, zeg dan even uit je hoofd, joh. Ja, nee, maar ik wilde even proberen te quoten, wacht, even kijken. Staat er niet bij hier. In het Eindhovens Dagblad stond er namelijk nog dat de politie niet zomaar het recht heeft om dan ook binnen te vallen. Dus ze mogen wel kijken en aanbellen. Maar als jij de deur niet open doet en er is niemand die overlast meldt. Ja, dan kunnen ze natuurlijk ook weer zelf melden. Hè? Dat is ook weer zo. En dan bellen ze zelf de politie en dan zeggen ze er is overlast. Maar ze hebben niet de bevoegdheid om je deur binnen te trappen. En,
En iedereen te pepperspreeën en de kinderen mee te nemen voor Hugo de Jonge en zo. Dat kunnen ze niet doen. Maar met dit soort berichten... met dit soort berichten denk ik dat ze wel proberen om... de maatschappij te masseren. En ze dus, hoe zeg je het goed? Angst aan te jagen. Zodat ze dus inderdaad... Maar niet die mens. Mijn ouders bijvoorbeeld. Ik heb, sorry dat ik weer van de hak op de tak spring. Maar ik heb mijn ouders gebeld. Ze kennen jou. En dan zeg ik, joh, hoe gaan jullie het allemaal vieren? Die hebben nou 5 kerstdagen. Want dan gaan ze bij iedereen op bezoek. Want er zijn er niet te veel mensen. Want die kennen heel veel mensen. En normaal zitten die gewoon met z'n allen gezellig bij elkaar. En nou gaan ze allemaal een soort stoelendans doen van huis naar huis. Want dan kunnen ze toch iedereen zien. Maar dan zijn ze niet met meer dan 5 man of 3 of weet ik het wat hoeveel er zijn. Dus... Vroeger had je nog wel eens een derde kerstdag. Hè? Dan zat je eerst bij de ene ouders, daarna bij de schoonouders en daarna bij je vrienden. Dat was dan derde kerstdag. Ja. Maar, Nou zijn er dus nu bij mijn ouders, 5 die hebben er 6. 5. Ja, ja, okay. Dan gaan ze de ene keer naar mijn oma en dan komt mijn oom en dan gaan ze naar mijn neef. Het is allemaal dezelfde familie. Maar die mogen niet bij elkaar zitten. Dus ja, het is kansloos. Maar ja, goed, wat moet je ervan zeggen? Ja, wat dat betreft is het in de Oekraïne wel een stuk relaxer. Ze hebben daar om te beginnen helemaal geen lockdown meer. Je moet alleen een mondkapje in de winkel op. En in de metro. Maar, zijn de kroegen nu open bij jou, Peter? Die zijn open, ja. Ja. Oh. En het... is zelfs zo dat als je een Uber bestelt of zo, dan of een Uclon, of je hebt hier een heleboel van die dat soort dingetjes waar je gewoon voor, ja, dan heb je gewoon een taxi en dan kun je overal voor €3 een hele stad naartoe rijden ongeveer. Dat is heerlijk. Ja. Maar er staat dan ook altijd voor het begin, hierbij geef ik te kennen dat ik als ik een mondkapje zal dragen als ik in de Uber stap. In het begin was het ook zo. Maar nu is het zo dat iedereen heeft een beetje scheid aan, de meeste Uber-chauffeurs. Je kijkt een beetje zo binnen van hoe kijk jij er tegenaan als de Uber-chauffeur een mondkapje om heeft, dan doe ik er ook maar één op. Maar als hij het niet heeft, doe ik het ook niet. Hij heeft er zelf ook scheid aan, denk ik. Dus men gelooft het gewoon niet meer. Het is toch ook gewoon... Als het nou echt allemaal zo dodelijk was geweest, jongens, dan hadden we het toch inmiddels wel geweten. Ik heb een oma van 94 en die heeft een positieve PCR-test gehad. En die voelt zich kiplekker. En er zit allemaal. Nou, kiplekker is misschien. Hè, ik gegarandeerd dat ze zich op de 20ste beter voelde. Maar ze is nou 94 en er is helemaal niks meer aan de hand. En het was. Ja, wat moet ik er nou van zeggen? Iemand van 94 die corona heeft en er dan weer bovenop komt. En dan moet ik als 34-jarige gast me een beetje gaan bang maken omdat het dodelijk zou zijn. Nou ja, het bewijs is mij niet geleverd. Dus, en daar komt, nou ja, goed, dat moet ik niet zeggen, maar... Je krijgt wel blijvende longschade, krijg je dan. Dus ja. Ik zal nog een sigaretje draaien. Ja, ik moet ook zeggen, van de 1000 mensen die ik ken, ken ik ook al een handvol mensen die inderdaad toch een paar maanden uit de running zitten, hoor, hiervan. Dus ja. Ja, maar Johan, wacht eventjes. Want ik heb ook nog op een kantoor gewerkt en daar was ook een vrouw. En die, niet dat al die mensen waar jij het net over hebben vrouwen moeten zijn, dus misschien had ik het geslacht laten we achterwege. En die zegt dan... ik voel me vandaag niet lekker en dan meldt ze zich ziek en dan komen ze de volgende een week later komen ze weer op werk en hoe voel je, ik voel me nog wel slecht hoor, ik heb het toch allemaal wel heftig gehad, dus dat is ook maar iedereen zijn gevoel, ja toch, als kunnen ze wel zeggen van ik voel me zo zwak, maar als ik heel de dag op de televisie ermee gebrainwashed word, dan zou ik me dus ook gaan aanstellen. Dus wat... Noem bijvoorbeeld even Kim. Hè. Kim, die kennen we allemaal. Dus, Welke Kim? Kim uit Portugal. Kim Minkler. Oh, ja. Ik weet niet. Ja, die heeft er nog steeds last van. Dus, ja. Ik heb me trouwens al heel lang niet meer gesproken. Dus ik zie hem ook niet meer op sociale media trouwens. Dus, Ook maar, wel op ja, waarschijnlijk ja. Maar laten we nog even verder kijken naar het nieuws. We hebben nog veel meer berichten hier. Nou jongens, nou wordt het leuk. Een hoogleraar die voor dwang pleit. Ja.
Ja, over het vaccin weer. Dat hadden we eigenlijk net al erin moeten gooien. Ja, we hebben nog een paar berichten hoor, dus we gaan nog even verder hoor. Het argument is, ja, je kunt coronavaccinatie weigeren. Daarom pleit deze hoogleraar gezondheidsrecht voor dwang. Dus deze hoogleraar gezondheidsrecht. Hij pleit voor dwang omdat het vrijwillig is. Dus dat kan je bij alles zeggen. Zeg maar. Ja, je kunt inderdaad geen wc-eend kopen. Daarom pleiten wij van wc-eend voor dwang. Ja. Ja, het punt was dat hij zegt, ja, de mensen kunnen vrijheid niet aan. Dus hij zegt, ja, iedereen is vrij om te weigeren, maar eigenlijk moet je niet weigeren. Dus als er ook maar één iemand is die weigert, dan kan die de vrijheid niet aan. Want je moet meegaan met de rest. Ja. Ja, dat is ook zo een apart verhaal. En dat mensen, dat is ook zo'n verhaal dat als ze dan zeggen, mensen kunnen de vrijheid niet aan. Oké, dus je geeft eigenlijk toe dat Rutte een lizard is. Hè? Want als je natuurlijk dwingers en gedwongenen hebt, en je zegt de gedwongenen die kunnen het niet aan, dan moeten de dwingers niet van hetzelfde materiaal zijn gemaakt als de gedwongenen, zeg maar. Want dan als je je eigen vrijheid niet aan kan, dan kan je zeker de vrijheid van 16 miljoen onderdanen niet aan. Dus, maar kennelijk, de kwast waarmee ze de onderdaan schilderen, als van dat is een ontzettende domme Mogol die de vrijheid niet aan kan, die kwast, daar schilderen ze dan niet de heersers mee, want die kan dat dan wel allemaal aan. Dat is natuurlijk het hele... Hele rare, diezelfde kwast waarmee je als je het over mensen hebt en je schildert met die kwast de onderdaan, dan schilder je er automatisch ook de heersers mee als je toegeeft dat dat mensen zijn. En ja, anders dan moet je gewoon toegeven dat je denkt dat het lizards zijn. Ja. Ja, en vaak zie je ook dat, laten we even Grapperhaus als voorbeeld nemen. Ik bedoel, die kan de vrijheid ook niet aan, hè? Oh, jongen, lizard people, dat is toch alweer voorbij? Of speelt dat nog steeds? Ik ben helemaal een keer boos, ja. Dat is zo 2015, ja. Ja, dit soort hoogleraar kom ik daar weer op terug. De reptiliërs. Ja, dan zijn het dus geen mensen die de regels stellen. Oh, er komt weer wat in de chat, jongens. Kijk. Test, jij is het alleen, Johan. Ik zat In YouTube. Die Hugo, die staat gewoon stijf van de kook, zegt iemand. Komt nou ook op Twitch binnen. Ja, het is wel grappig. Ik had laatst een filmpje van Waar is Gabbertje of zoiets. En daar hadden ze dan een bericht van Po Nieuws. Nee, wacht, sorry. Ik moet even anders zeggen. Het was een oud dingetje van spuiten en slikken. En dan gingen ze spreken over amfetamine innemen. En wat dat allemaal met je deed. En dan ondertussen had je daar een nummer onder staan van Waar een Schappertje. En dan hadden ze de beelden van Hugo de Jonge die een persconferentie. En dan zag je allemaal die ogen zo. En die kaken die af en toe zo. Kan ook veelvuldig DMT gebruikt zijn natuurlijk. Hè? Voor mij is een DMT-kop. Ik denk dat hij dan al lang had gezegd dat iedereen weer vrij was geweest. Als hij DMT had gedaan, dan was dat een Hoeft niet altijd, kan bij iedereen anders zijn. Kijk, je moet hem wel ook daarin zitten. Want hij zit gewoon echt een andere kijk op de wereld, weet je wel. Dus, ik denk dat hij ook heel erg gepusht wordt door zijn broertje. Ja, die hebben inderdaad een bepaalde kijk op de wereld. Daarom zitten ze nu op dit moment op die plek. Zo zie ik het. Zij komen nu goed van pas voor de reptiliërs, zei Peter. Ja, nee, maar wat wil ik nou zeggen? Oh ja, dat is ook dan zo hypocriet dat hij dan, ja goed, de CDA, dus hij moet gewoon alles, partijprogramma van de CDA moet hij dan oprakelen. Van dat drugs verboden moet worden en keihard aangepakt worden, terwijl ja, zijn kop ziet een beetje gewoon... Als hij het nachtleven zou gaan, dan zou de deur, wat de uitsmijters hem gewoon weigeren vanwege zijn kop. Hij is meer van de kinderfeestjes, volgens mij. Hij is toch meer van de kinderfeestjes. In New York hebben de
restaurants gezegd dat ze die Cuomo en de Blasio, dat ze die weigeren. Want alle restaurants weigeren die gasten. Oh, dat is zo rampzalig voor de restaurants eigenlijk. En net, eigenlijk zouden clubs ook moeten kijken of ze al deze politie kunnen weigeren. Ja. Want het is ook al raar, dus ook weer zo'n deze hoogleraar, die zegt dan, hij zegt gewoon het aantal sceptische mensen over vaccinatie is enorm toegenomen. Vroeger waren het alleen de orthodoxe reformeerden, maar nu heb je er veel meer. En hij zegt, nu het aantal anti-vax mensen zo groot lijkt te zijn, vind ik het redelijk om aan gedwongen vaccinatie te gaan denken. Hij zegt eigenlijk, doordat mensen daar kritisch over worden, vind ik het een reden om een pistool op hun hoofd te zetten. Ik denk dat de groep wordt dan alleen nog maar groter. Ja, want nou weet ik helemaal zeker dat dat mijn gezondheid jou niks aangaat. Nu ik in die loop van dat jouw pistool staarde. Ja. Wat ga je nou doen als ik me niet in de enter? Ga je me dan echt overhoop schieten? Want hoe verplicht is het precies als ik alles weiger? En alle escalaties weiger en zo. En ik ga me verdedigen als je me komt ophalen om in de gevangenis te gooien. Ga je me dan ook inderdaad doodschieten voor mijn eigen gezondheid? Want dan weet je het helemaal zeker dat jouw gezondheid niet hun hoogste prioriteit is. Ja. Ja, ze zeggen het allemaal wel van het is vrijwillig, maar ja, in mijn ogen toch niet zo. Want als jij ooit nog een goede baan wil krijgen, dan zal je een vaccin moeten hebben. En als jij ooit nog wil reizen, dan zal je een vaccin. En als je ooit naar een feestje wil, dan moet je een vaccin. En als je ooit naar een... Ja, ik weet niet hoe dat... Nee. Je noemt hij Duitsland en zegt... Ouders zijn er verplicht hun kinderen tegen mazelen te laten inenten... op straf van een boete van €2500. Anders mogen ze niet naar kinderdagverblijf. Personeel in het onderwijs ziekenhuis moet ingeënt zijn. Ook andere Europese landen werken zo. Dan krijg je geen kinderbijslag als je niet meedoet. Dwang is niet zo dat je onder dreiging wordt ingeënt. Je wordt niet echt gewoon vastgehouden en het ding in je arm gejast... maar je toegang tot sociale voorziening wordt afgesneden als je weigert. Zo werkt dat. Zo werkt dat in een democratie, zegt hij. Dat gaan dingetjes met elkaar om. Als iemand daar veel wikken en wegen tot een bepaalde afweging is gekomen, dan ram je het zo door zijn strot heen. En het mazelenverhaal, dat is ook zo. Ik hoorde dat laatst uitgelegd. Dus ja, er gaan echt kinderen dood aan mazelen, werd er al gezegd. Dus het is echt wel heel belangrijk. Maar als je gaat kijken waar die kinderen doodgaan aan de mazelen, is het allemaal in derde wereldlanden. Waar ze zo ondervoed zijn dat ze geen koorts kunnen ontwikkelen. Dus als je geen koorts kan ontwikkelen, ja, dan ga je aan mazelen dood. Maar in westerse landen gaan er geen kinderen aan mazelen dood. Ja, een chantage wordt er gezegd in het chat. Ja. Ja, weet je wat ik ook wel vind? Ik ken een paar van die boomers. Dat zijn altijd boomers, weet je wel, mensen van 60 plus. Die ik dan hoor en die zijn dan echt boos. En die zeggen van... hoe durf ze dat te weigeren en zo? Want mijn veiligheid. En dan heb ik ook zoiets van: man, ben je dan gewoon een egoïst eigenlijk? Weet je wel, het gaat alleen maar om jouw gezondheid. Je bent al bijna aan het einde van je leven. En dan moet de hele wereld, de hele economie moet in puin. Omdat jij je veilig wil voelen, weet je wel. Dus, ja, het rare is ook: als je denkt dat die vaccins werken, dan voel je ook al veilig. Als jij de enige op de wereld bent die dat vaccin heeft, dan denk je, ik ben veilig. Als je dat argument maakt. Als je tegen hem zo iemand zegt, want ik heb dan gezegd, hè, van je zegt, hoezo, dan werkt het vaccin toch niet? Als je ingespoten bent met dat spul, dan moet het toch klaar zijn? Ja, nee, het werkt alleen maar als iedereen ingeënt is. Ik zeg, nou ja... Dat is heel raar, maar hoe zit dat? Is raar, leg eens uit. Elkaar, hoe kan mijn inenting gevolgen hebben op jouw immuniteit? En dan ben ik een wappie. Een brug bestaat tussen allerlei mensen. Dus, ja, maar hij van ergens op, weet ik veel, op een of andere NPO-programma heeft hij dan een of andere deskundoloog dat horen zeggen, weet je wel. En ik heb dat gehoord van een deskundige en zo, en die heeft dat helemaal uitgelegd. Ik zei, nou, leg eens uit dan, joh. Ja, je bent met een wappie, je leest vast die complot-websites en zo. Ik zeg, ik heb helemaal niks gelezen, ik kijk helemaal geen tv, noem maar op. Ik vind het alleen een beetje onlogisch. Waarom werkt een vaccin niet als alleen jij ingeënt bent? Ja, dan wil je niet meer met me praten. Je houdt wel het afweerrecht. Ik ga over mijn eigen integriteit en ik wil geen naam in mijn arm, tenzij ik daar toestemming voor geef.
Maar het is echt Nederlands om daar veel gewicht aan toe te kennen. Inmiddels zijn we wel wat verder. Dat punt zijn we voorbij. Dat mensen kunnen zeggen, ik wil geen naald in mijn armere jas krijgen door tegen mijn zin in. Een soort mengelen is dat, deze etnische dokter. Ja, het grappige is ook, ik las laatst ergens dat er zo'n teststraat in de fik was gestoken. Ik heb het idee dat er mensen zijn die dat beginnen door te krijgen, dat hoe die scam loopt. Dat die moeten gewoon al die teststraat in de fik steken en dan hebben ze geen argument meer. Ja. Ik kom natuurlijk wel tegen, omdat het vernietigt zoveel mensen dit. Dat je ook zo'n hoogleraar die dit recht praat, ik denk dat die... Ik kan wel denken, ik zit in mijn ivoren toren gewoon te verzinnen. En waarschijnlijk is het ook een big pharma fund allemaal. Maar ik denk dat op een gegeven moment mensen wel weten te vinden. Als jouw kind wordt ingeënt en die krijgt allerlei bijwerkingen ervan en allergieën en shit. Reken maar dat zo iemand dan... zeker als mensen dit soort lui echt geloofd hebben. Die denken, die zal het wel weten. Het is een man die de verstand heeft. Het is een hoogleraar ethiek. Daar ga ik in mee. En dan krijgen ze de kous op de kop. Dan moet hij niet denken dat hij veilig zit. Ja, en dan was er nog de antivax activiste die dood was aangetroffen. Oh. Ik weet niet of jullie dat nog meegekregen hebben. Heb ik ook meegekregen. Ja. En die had ook al een keer gezegd op een blogpost. Als ik ooit doodgevonden word, ik heb geen zelfmoordplannen. Die had helemaal al een voorschot genomen op alle argumenten waarom zij dat het niet als een zelfmoord mocht worden weggezet. Uh-huh. Ik heb maar zijlings een beetje meegekregen. Ze komt zelf uit de farmawereld, toch? Origineel wel, dacht ik, ja. Ja. Ja, ze is een former Merck Pharmaceutical Representative, staat in het artikel van adhead.com, gepubliceerd op 14 december. En ze is inderdaad dood aangetroffen. Ja, wat dat betreft zijn dat volgens mij net als die moslims van de afvalligen, dat is het ergste gewoon. Die mogen gewoon onthoofd worden. Maar dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ik heb wel vaker gehoord dat mensen, medici die zich kritisch over vaccins uitlaten, opeens ergens in een rivier dreven. Het idee dat, er zijn hier zulke bedragen bij geboekt. Moet je eens voorstellen wat voor geld erbij komt kijken. Als jij gewoon de hele wereldbevolking elke 2 maanden een injectie kan verkopen. Ja. Ja, en Bill Gates heeft dat ook gezegd. Hè. Een keer in Davos werd hem gevraagd van wat zie je nou als een goede investering? Ik dacht, ik denk dat het rendement op vaccinaties wel zoveel is. En dan kan hij met een enorm percentage bedrag aanzetten. Ja. Zo denkt hij daar kennelijk over. Ja, en dan schrijft er iemand op Facebook, maar dat vaccin is helemaal niet duur, want het kost maar €8. En dan schrijf ik terug van maar 7 miljard en dan een paar keer. Het onderzoek naar die vaccins, die wordt allemaal gefinancierd door staatsgeld. Want er is geen... Dan vervolgens claimen die bedrijven die patenten. En als ze aansprakelijk worden gesteld, dan accepteren ze dat niet. Dan schuiven ze ook weer af op de staat. Dus wat zijn nou de kosten voor dat bedrijf? Het hele onderzoek wordt betaald door het publieke geld. En alle claims die komen op foute vaccins, die zitten ook gewoon, daar schrijven ze ook op de staat af. Dus wat kost dan uiteindelijk een vaccin? Dat is toch gewoon de kostprijs? En ik geloof nooit dat de kostprijs van zo'n spuitje €8 is. Dus, ja. Nee. En dan hebben ze alleen over het vaccin zelf, maar die ding zit toch in zo'n plastic huls. En dat moet dan vervoerd worden in de koelboxen en... De naald komen er nog bij en personeel. Precies. Want ze hebben dan alleen die 3 milliliter vloeistof. En daar wordt ook de meeste winst in gemaakt. Hè? Dus als je wil, dat heb ik weer gehoord van die dokter, als je daarin wil beleggen, want dat doet hij al lang. En hij zegt dan moet je juist alles eromheen, daar moet je naar kijken. Weet je wel. Daar valt het meeste te verdienen. Ja. Dus ja.
Hetzelfde als met de aardbeving. Ik ken iemand die verdiende ook zijn geld met aandelen. En die ging altijd kijken naar rampen. En zegt, ja, er wordt overal het Rode Kruis ingeschakeld. Nou, de Rode Kruis, daar verdien je niks aan. Of die verdient niks, hè. Maar als die ergens gaat, treedt een heel mechanisme in werking. Van lijkenkisten, daar kan je nou geld aan verdienen. Aan de planken daarvoor, zeg maar. Aan de lijkenzakken, aan de pleistersverband, medicijnen, noem maar op. Daar valt wel geld aan te verdienen. Dus er worden allemaal orders geplaatst. En ja, hij wist precies van, nou ja, als daar een aardbeving is, moet ik mijn geld in die bedrijf steken, in dat land. Daar, weet je wel. Dus ja. Dus ja. Zo deed hij dat. Dus daar verdiende hij gewoon zijn geld mee. En dan zegt hij ook letterlijk, ja, de ene is dood, is de ander zijn brood, hè? Ja, maar het is niet eens... Het is niet eens slecht eigenlijk. Nee, het is ook niet onethisch. Dat betekent dat als daar ergens een aardbeving is, en hij stuurt geld toe naar bedrijven die daar het best kunnen helpen. Ja, dat is alleen maar gunstig. Die kunnen dan productiever worden door investeringen. En goedkoper die spullen leveren waar dan zoveel behoefte aan is. Mm-hmm. Dus ja, het lijkt mij logisch dat als er dan behoefte is aan, weet ik veel, dekens. Hij investeert in een dekenfabriek. Ja, dat is alleen maar gunstig. Kan die dekenfabriek uitbreiden, heb je meer dekens. Dus ja, is inderdaad. Eigenlijk zijn waarde is dat hij heeft gespaard en daarmee kapitaal kan inzetten op het moment dat het ergens nodig is. Ja, voor hem was het gewoon zijn inkomsten. Dus, Begrijp ik. Eén sluit ook niet uit. Voor de sociale contacten was hij daarnaast ook nog, 's nachts ook nog uitsmijter. Dus ja. Nou, maar goed, even kijken. Ja, over die antifaxen die dood is, dat is triest natuurlijk. Er zijn zoveel. Als je je te veel uitspreekt, dan loop je een risico. Ja. Zo simpel is het. En dit is dan nog niet vastgesteld. Volgens mij is het op dit moment nog een natuurlijke dood, of niet? Dat zegt de politie dan. Hè? Ja. Ja, en die is in 45 jaar. Dus wie gelooft dat dan? Net zoiets als de zelfmoord van, hoe heet hij nou? Gary Webb was het, geloof ik. Die man die zich vanuit een mogelijke engel door zijn achterhoofd had geschoten. Ik dacht dat jij Jeffrey Epstein bedoelde. Oh ja, die kunnen we natuurlijk ook. Maar er vraagt iemand in de chat, hoeveel winst maken die farmaceuten? Ja, dat gaat echt op honderden miljarden, toch? Ja, zeker in een jaar. Over de medicijn, misschien over de medicijn. Want daar wordt er niet zoveel winst. Als je alleen al kijkt naar de advertentiebudgetten voor wat zij aan advertenties uitgeven aan de Metro Nieuws en de Nu.nl's. Dat is al in de miljarden. Maar ik denk dat hij bedoelt van op het medicijn, denk ik. De COVID-medicijn. Daar heb ik ook wel eens wat lijstjes van gezien. En dan zie je dus wat per pil de procenten winst zijn. Bij sommigen gaat het in de tienduizenden procent. Dus het gaat 100 keer over de kop. Maar je kan al nagaan. Ik lees hier $35,7 miljard aan advertenties uit. De pharma's. In 2020. In Nederland of wereldwijd? Wereldwijd. Dus als jij 35 miljard aan advertenties uitgeeft. En dan krijg je gewoon elke dag een artikeltje van Metro over hoeveel het aantal besmettingen al niet gestegen is. Maar dat doe je alleen als je daar een veelvoud aan winst kan halen. Dus dat de winst loopt dan in de honderden miljarden. Anders geef je geen 35 miljard uit aan advertenties. Ik kan me nog vaag herinneren dat toen met die hele anti-rook campagne. Tenminste, ik zat toen in de pro-rook hoek, terwijl ik zelf niet actief rook. Maar dat was toen met die verbod in de horeca en zo. Die periode zat ik daar een beetje in. En ik had toen gehoord dat zo'n farmaceut, die was beboet. Omdat die, en dat ging om 100 miljard... vanwege zijn inmenging in dit hele anti-rook gebeuren. En die farmaceut die had weer geloof ik de patenten op
wat was er nou, een of andere antidepressiva, ik weet even de naam niet, maar die werd ook gebruikt voor pleisters en pilletjes om te stoppen met roken. Dus die hadden een bepaald belang daarin en die werden daarvoor beboet door de rechter. En het was iets om een, het ging om 100 miljard, terwijl ze uiteindelijk bleek dat ze 450 miljard hadden verdiend. Dus voor hun, en dat hadden ze al vast apart gezegd, want ze wisten dat die boete eraan zou komen. Dus, Ik heb hier nog eventjes van de website statistica.com, die meldt dat de winst, dus niet de omzet, want ik vroeg om de omzet, maar de winst, want de revenue is toch winst, hè? Nee, volgens mij is dat inkomsten. Is dat inkomsten? Oh. Oké. Revenue worldwide of al de grootste 13 pharma companies is 1,25 triljoen. Staat er in het Engels. Dus het is 1250 miljoen. Omzet. Miljard. Miljard. Miljard? Ja. Ja toch? 1200. Oh, ja. Dus dat is 1,25 miljoen. Ja, dat is allemaal voor jouw gezondheid. In 2019. Ja, en hier staat hier natuurlijk met zulke bedragen. Dus iedereen is zo ethisch. Zo doordrenkt van een hoog moraal en een moreel kader waar gewoon niet aan te tornen valt. Dus De uiteindelijke uitkomst zal toch zijn dat men een hele harde tik op de neus krijgt. Dit gaat natuurlijk ontaarden, want als ze hiermee wegkomen, dan wordt de volgende stap nog zwaarder. Zeg maar. Dan gaan ze nog verder. Totdat het een keer zo misgaat. Dat ze gewoon een enorme kleun op hun bek krijgen. En voor de eerstvolgende 100 jaar hun geloofwaardigheid weer kwijt zijn. Dan krijg je een soort Nuremberg trial. Ik moet natuurlijk wel even bijzeggen. Op zich, ik ben niet tegen farmaceuten natuurlijk. Maar het gaat hier eigenlijk puur om de vermenging tussen farmacie en politiek. Zeg maar. Ja. Ik denk, normaal gesproken, ze doen natuurlijk ook wel goede dingen natuurlijk. Hè. Maar het hele probleem met farmacie is... Ja? Ze hebben de keuze tussen of mensen hun klanten dwingen of hun klanten overtuigen. En als ze kiezen voor hun klanten overtuigen, dan vind ik het allemaal prima. Als ze kiezen voor hun klanten dwingen via politiek dan, en hoogleraren ethiek, dan wordt het vervelend. Ja, hoogleraren gezondheidskunde. Ja, joh. Nee, maar goed, we hebben nog een hele berg berichten. Even kijken. Oh, jongens, dit wordt leuk, jongens. Hier kunnen we ook weer een uur over doorlullen. Het kabinet die wil het zorgstelsel weer eens gaan veranderen. De overheid moet toch wat sterkere hand hebben, hè? Privatisering, dat hebben ze toch al. Helemaal uit de hand gelopen. Ja, maar het is toch al bijna communistisch, of niet? Ja. Het is nog niet communistisch genoeg. Altijd apart. Iedereen klaagt altijd heel erg over de privatisering en de decentralisatie. En dat heeft al die problemen veroorzaakt. Waar heb je het in hemelsnaam over? Een grote centraal aangestuurde klerenbende. Ja, goed, er is een klein beetje speelruimte, zodat die... en dat is eigenlijk meer bedoeld voor al die ex-politici, die dan als adviseur... Die schrijven eerst wetten van... die schrijven eerst de wetten en die stellen ze zo onbegrijpelijk op... dat ze vervolgens als adviseur naar de zorginstellingen gaan... om uit voor een heel hoog bedrag, van laten we zeggen een ton of zo... uit te leggen hoe hun eigen regels die ze zelf geschreven hebben, hoe die werken... En ja, dat is een beetje, dat noemen ze dan marktwerking. Ja, dat toch? Is ook met belastingadviseurs. Hè? Degene die bij de accountants gaan werken, dat zijn meestal ook van die types die komen eerst bij de Belastingdienst vandaan. Die weten waar de gaten in de wet zitten. En dan gaan ze daarna bij een belastingadviesbureau werken om bedrijven daarover in te lichten tegen hoge vergoedingen. Ja, en ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, er worden weer 300 miljard bijgegooid in de... Of tenminste, toen ik nog meedeed met verkiezingen ooit, ver verleden. Is gelukkig nooit wat geworden, maar...
toen moesten we voor de provinciale verkiezingen zaten we te kijken naar, dat, naar die budgetten die, die erin gejast werden. Ik geloof dat ze 300 miljoen extra erbij kregen. En nou ja, daar bleef dus helemaal niks van over. En de SP die stond dan weer te schreeuwen, ah, is de marktwerking, is de marktwerking. En nou ja, dan gingen we dus kijken waar al dat geld bleef, weet je wel. Want ja, de verpleegsters die kregen niet meer geld. En de oude oma die kreeg ook niet meer geld. En dan ga je gewoon kijken en dan zie je gewoon allemaal van die vage adviesbureautjes. En dan ga je kijken wie erin zitten. Allemaal weer een ex-PVDA'er, weet je wel. Ja. En daar, daar gaat al het geld naartoe. Dus hoe meer geld je erbij gooit, hoe meer er naar die lui toe gaat. Weet je wel? Ja. Ja. Ja, dat is de reden waarom ze denk ik allemaal centraal via de overheid willen regelen. Omdat er dan ja, meer van dat soort dingen te vergeven. En ze hebben gewoon een zucht naar macht, denk ik. Dat is sowieso het geval. Ja. Ja, ik denk ook niet dat dat... Kijk, dit is gewoon natuurlijk voor verkiezingsjargon. Dus als zometeen de kabinetten er zijn en er worden nieuwe wetten geschreven, dan zal het voor de vorm zal waarschijnlijk het lijken alsof er wat aan gedaan is. Maar in de werkelijkheid is er nog genoeg ruimte voor al die ex-politici om hun zakken te vullen, weet je wel, met een of andere functie. Dus ja, ik heb er weinig geloof in. Ik denk dat het gewoon verkiezingsretoriek is. Ja, toch? Kunnen. Het is wel ja. Tijd. Het is wel ja, tijd. Sinds wanneer geeft de VVD een fuck om het volk? Ja. Even kijken, mijn scherm is op slaapstand. Slaapstand gedaan. Hoppakee. Maar ik denk dat meer regie voor de overheid, dat dat wel is iets wat ze altijd willen. En dat ze niet doorhebben dat ze hun secundaire baantjescircuit op zeep helpen, lijkt mij. Ja, dat, ze denken, dat ze daar zijn. Of de VVD denkt, ach, het zijn toch allemaal PvdA'ers, weet je wel. We gaan een bijna dode partij, laten we die even jennen. Ja, er hebben ze een dusdanige constructie dat er allemaal VVD'ers erin kunnen komen, weet je wel, in dat circuit of zo. Gok maar wat hoor. Ja, ik denk dat ze gewoon, dat ze werkelijk een hele bedrijfstak om zeep kunnen helpen zonder door te hebben dat ze zichzelf in de voeten schieten. Dat is iets met de horeca en de restaurants dat je ziet in New York, is zo'n gouverneur ja. De hele stad om zeep aan het brengen eigenlijk. Alle rijke mensen worden weggejaagd, maar alle restaurants en alle entertainment wordt gestopt door alles wat erachter hangt. Het toerisme is natuurlijk zinloos geworden. Ja, dat zo'n hele stad helpen ze naar de malle boer. Maar het is ook een stad waar zij moeten leven, waar zij graag naar een restaurant toe willen en zo. Ja. Ik denk dat ze dat werkelijk, dat ze gewoon echt niet doorhebben. Dat zit in een andere dimensie voor hun. Ze zitten niet meer in de voorstad van New York, lekker te, beetje aan de Hudson Rivier, weet je wel, wat meer buiten de grote stad, waar al die grote villa's staan. Ja, maar daar draait alles nog, denk ik. Ze willen toch naar een Broadway concert toe of naar dat soort dingen uiteindelijk. Ja. Maar volgens mij hebben ze het gewoon echt niet door dat er een verband zit tussen de ravage die ze aanrichten en de... En als zij de deur uitstappen, dan is het, waarom zijn de restaurants allemaal weg? Wat vreemd. Mm-hmm. Zou dat dan komen? Ja, ik weet het niet. Ja. Want het is natuurlijk zo, dat hele samenleving, ook onder communisme en zo, die zijn gewoon helemaal afgegleden. Je kijkt naar zo'n land als Cuba of zo, dat is één grote teringbende. En daar hebben die heersers natuurlijk ook last van. Het is wel zo dat zij relatief in een goede positie zitten ten opzichte van de onderdanen. Maar absoluut is het nog steeds een armoedige bende. Ja, maar misschien hebben ze allemaal het voorbeeld van Honecker, weet je nog? Die heel Oost-Duitsland was arm, maar Honecker die leefde in een soort eigen enclave. Waar wel een volle supermarkt was en waar wel alle luxe was, zeg maar. Ja, voor een heel klein clubje kan je dat misschien nog hebben. En ik denk ook... Dat het genetisch is het misschien wel gunstig, want als jij de Fidel Castro bent, dan kan jij zeg maar al die arme zwerfvoertjes, die kan je allemaal gaan bevruchten. Dus je kan je DNA enorm lopen verspreiden onder het gepeupel.
Dus daar valt nog wat voor te zeggen. Maar als je kijkt naar het absolute niveau van welvaart, dan zal het ook slecht zijn. Je hebt corrupte mensen om je heen. De gezondheidszorg, daar wordt waarschijnlijk ook heel veel gelogen, want er wordt overal gelogen. Als je een keer ziek wordt, dan kom je ook in een enorme berg liegbeesten terecht, die gewoon naar de mond praten en niet eerlijk zeggen hoe het ervoor staat. Ik denk dat het toch aan alle kanten nadelen heeft, ook voor de heersers. Ondanks dat ze misschien een vol supermarktje om zich heen hebben en een Christian Dior spulletjes kunnen kopen. Of een of andere, ze kunnen een minnares een leuk tasje, handtasje kopen. Dat hebben ze dan wel. Maar ja, echte leuke dingen die het leven fijn maken. Kim Jong-un in Noord-Korea, ja, hij zal het ongetwijfeld wel materieel wel goed hebben. Maar ik denk een heleboel mensen die ook hebben steunen, of beleid steunen, die zijn iets beter af dan de gemiddelde jooddokers. Maar dat betekent gewoon dat zij met trots een jaarlijke bonus krijgen ze een salamiworst en een rol toiletpapier uitgereikt. Daar zijn ze als een kind zo blij mee, want ze staan mijlen ver van de rest verwijderd. Maar objectief gezien is het nog steeds bagger, mijn levensstijl. Dan gaan we terug naar het artikel, want ik zit even doorheen te bladeren van wat ze nou precies willen. Hier een commentaar en dan lees je het eigenlijk al, van wat er mis is. Even kijken hoor. Wat het getal ook alweer was. Dan ben ik het weer even kwijt. Maar er stond bij van iets met 8000 eigenwijze huisartsen. En er stond er nog wat op, ziekenhuizen. Maar vooral het woordje eigenwijze huisartsen. Ja, en dan, bla 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 bla. Ja. En dan, dan moet toch iets veranderen. Dus ik denk toch dat ze een beetje last hadden van al die huisartsen die dan toch op eigen houtje oplossingen bedachten voor het coronaprobleem, weet je wel. Ik denk dat het toch iets te maken heeft met Hugo de Jonge, die presenteert het. Hè? Dus dan zal er toch een strakkere touwtjes van de farmacie in moeten of zo. Wat ook wel eens geval kan zijn, is dat ze binnen de overheid ook moeten voorkomen dat bepaalde onderdelen niet het idee krijgen dat ze eigenlijk alle macht in handen hebben, zoals het leger of zo. Of de Belastingdienst. Want ook nou met zijn toeslagenaffaire, dan krijgen we opeens de Belastingdienst, die krijgen allemaal klappen. Ja. Ik denk dat ze ook proberen te voorkomen dat die lui inderdaad denken van bij de Belastingdienst van, ja, eigenlijk zijn wij degene hier die de hele zaak draaien. Nou, wij halen het geld op. Zonder ons heeft het leger geen geld, heeft de politie geen geld. En dan krijgen ze kapsones. En daarvoor moeten ze af en toe dan ook weer klappen krijgen. En misschien is dat, om ze een beetje onder de duim te houden. Het zal voorstellen dat het leger ook het geval is. Ja. Moeten ook minder prijsprikkels komen? Lees ik hier. Ja, dat wil je niet hebben. Nee, hoe stel je voor dat? Ja, het is. Nou, dit is al wel eerder besproken ook. Hè? Dit is niet nieuw dat dit plan er is. Ik geloof dat al een paar. Een paar maanden geleden ook al eens een keer behandeld hebben, dat het dus allemaal veranderd zou moeten worden. En moet meer Cubaans worden. Ik ben benieuwd hoe het verder loopt. Ik denk dat meer inmenging van de overheid geen goed plan is, maar ja, hè? Wie ben ik? Ja, je hoort dan wel heel vaak, zeker als je met een boomer praat, vroeger was het allemaal beter. En dan zeg ik altijd, wat bedoel je precies? Ja, met de zorg dan, hè? Wat bedoel je dan, de particulier of de... wat was die andere ook weer? De publieke en de particulier. Ziekenfonds. Ja, het ziekenfonds en de particuliere dingen. Ik zeg, welke van de twee was beter? de ziekenfonds kennen ze alleen maar, hè? Ja, maar er is wel... ik moet wel... wel toegeven dat het minder goed geworden is. En bij mijn... ik denk ook dat komt omdat er steeds meer gecentraliseerd is, ondanks alle... Wat is minder goed, Peter? Minder prijskwaliteit? Dat ging ik uitleggen. Okay. Ik weet wel dat heel vroeger, als je dan ziek was, dan belde je de dokter en dan kwam de dokter aan huis langs. En dat is ook precies wat je wil.
Als jij ziek bent, dan wil je niet op de fiets stappen om daar ergens in de wachtkamer te gaan zitten. Ja, dus de dokter die kwam, die deed gewoon huisbezoek. En nu is het zo, ik weet, een paar jaar geleden moest mijn vader naar het ziekenhuis toe. Die is dan dik in de 80 en heeft hij bloed in zijn urine en hij is super fragiel. En dan wil de dokter niet meer langskomen. Die zegt, kom maar naar de spreekkamer toe. Dan moet je zo iemand in dekens wikkelen en in een rolstoel naar de spreekkamer toe rijden, waar die de hele tijd zit te wachten. Ook in de... Allemaal zieke mensen om hem heen, terwijl dat hij afgevraagd is. Ja. En ook eerste hulp bij ziekenhuizen. Als je hem daar bloedend binnenbrengt, dan zeggen ze gewoon, ja, ga maar daar zitten. Dan kijken we nou. En zo, dat was vroeger niet zo. Dat was meer servicegericht. En ik denk dat dat bij heel veel van die organisaties is. Dat het toch vroeger meer vrije markt was en meer klantgericht. En dat het langzamerhand zijn ze steeds meer die doktoren ook geïncapseld. Encapsulated door allerlei regelgevingen en wetten. En de overheid vindt natuurlijk heel fijn om de gezondheidszorg in de handen te hebben, net zoals pensioenfondsen en zo, omdat ze daarmee de controle over mensen hebben. Want die denken van, oh, ik ben voor mijn gezondheidszorg afhankelijk van de overheid, dus die moet goed gefund zijn. Ja. Dus dan krijg je steun daarvoor, omdat er geen alternatief is voor die zorg. Maar al die stomme administratieve toestanden waardoor dokters en voornamelijk administratief werk zitten te doen. Dat is eigenlijk alleen maar gestold wantrouwen wat er is, omdat het via de financiering via de overheid is geregeld. Door de overheid gegarandeerd is. Ja. Maar hier nog eentje. De rol van de overheid bij vaccinatieontwikkeling verdwijnt met privatisering. Intervax. Privatisering moet ik even zeggen, aanhalingstekens. Want als je verder leest, zie je gewoon exact dezelfde constructie als de NS. Ja. Staat hier letterlijk. De staat heeft dan 100% van de aandelen in handen. Dus het is net zo geprivatiseerd als toen de banken genationaliseerd werden. Ja. Dus ja. Ik kan je afvragen waarom ze zoiets doen, hè? Ik denk dat, wij zeggen ook inderdaad, van, net zoals bij de NS, het is geen privatisering. Je noemt het privatisering en het blijft eigendom van de staat. Dus waarvoor is die hele exercitie nou? Ja, noem eens één private aandeelhouder. Ja, ik denk dat het doel hiervan is om de privatisering de schuld te kunnen geven in de toekomst. Dus straks krijg je dat er met die vaccins een hele hoop mensen omvallen. Of daar komt natuurlijk een schandaal uit. Het ding is gerust en zo. En dan zeggen ze, ja, waarom is dat nou? Ja, winst speelde de hoofdrol en dat is sinds de privatisering. En ik denk dat dit een zondebok creëren is om later de schuld op af te schuiven. Zonder het ook echt te willen privatiseren. Want dat zou je dan ook nog kunnen doen natuurlijk. Gewoon echt privatiseert. En dan heb je ook een zondebok. Het is de kans groot dat het een succes wordt. Het eerste wat het private bedrijf doet is zeggen, wij trekken onze handen af van het huidige vaccin. Daar hebben we niks mee te maken. Ik vraag me ook wel af of dat echt bewust met die gedachten gedaan worden. Want als je echt met mensen, dat heb ik wel eens gedaan met mensen gesproken die dan op de universiteit zitten of zo, economie studeren. En dan ga je met hun praten over die net-privatisering van de NS, wat ik vroeger veel deed. En dan kwamen we altijd met die stokpaardjes aan. Nee, kijk, die touwtjes zijn er nog voor het geval dat het misgaat. En daarom moet het laatste niet helemaal los. Want dan, en dat wordt dan gewoon op school geleerd zo, hè. Dat leren ze dan. Van de overheid moet toch een kleine stok tussen de deuren hebben voor het geval het misgaat en dat je Engelse toestanden krijgt, want daar liep de privatisering ook niet goed. En van spoor dan. En dan ga je zeggen van, ja, nou ja, nee, want daar was het ook niet geprivatiseerd. Dat is ook weer een of andere rare constructie waarbij de overheid nog stok tussen de deuren had, weet je wel. Dus dan moesten, geloof ik, om de vier jaar. Maar dan nou, was het ook zo'n setup van, hadden ze in Californië geloof ik, gingen ze elektriciteitsbedrijven privatiseren. Ja. Was dan zo gedaan dat er zat aan de voorkant bij de productie was het dan privaat en aan de achterkant waren de prijzen vastgesteld
door de overheid. Dat is een plafond aan. En dat was gewoon gegarandeerd. Je kon gewoon al zien aankomen dat het zou gaan mislukken. En ja, daar kan je toch wel afvragen. Want ja, zo dom zijn ze ook niet. Ze weten ook wel dat gaat mislukken. En in Nederland heb je natuurlijk ook dat infrastructuur is in handen van de overheid en zo. Ja. Er werd toch bijgezegd van die Engelse toestanden. Dus daar de overheid die bepaalt dan wie dan de aanbieder mag worden van de sporen. En die mogen dan voor 4 jaar mogen ze het spoor doen. Maar ze gaan nooit daar in dat spoor investeren. Want ja, de volgende die dan krijgt, die plukt dan de vruchten daarvan. Dus er wordt nooit in het spoor geïnvesteerd. En dan zeggen ze, ja, maar dat is door Hayek bedacht. En dat is helemaal niet waar. Dat is niet door Friedrich Hayek bedacht. Die heeft juist helemaal afgekraakt, weet je wel. Ja. Dus, ja. Het is een eindeloze discussie. Ja. Maar goed, ja, het was onder Thatcher was dat ingevoerd, zeg maar. Dus, Maar, in ieder geval terug even naar het artikel. Want, Ze hebben wel in de afgelopen tijd wat stukken afgestoten aan een bedrijf uit India, lees ik hier. Dus, het was een onderdeel van de RIVM. Die doen de vaccinaties. Ik hoor trouwens over bij de NS ook heel vaak mensen zeggen van, nou, met de NS is het ook een stuk slechter geworden sinds de privatisering. Dat hoor je ook heel vaak. Dus ik denk dat toch heel veel mensen dat als... En het is ook denk ik slechter gegaan met het op tijd reizen en zo. En hoeveel vertraging er is. Ik denk dat toch heel veel mensen... Ja, want ik heb vroeger had je natuurlijk ook vertragingen, maar... Sinds de jaren 50 of zo. Het kan natuurlijk wel. Ik weet niet, in Japan is al het notoir op tijd. Maar de Japanse treinen. Maar ik denk dat het ik hoor in ieder geval heel veel mensen altijd zeggen, ja, het is niet meer goed door de privatisering. Dat hoor je bij de gezondheidszorg ook heel erg. Dus ik denk dat er moet natuurlijk een manier zijn om het op af te wentelen, zeg maar. Er moet een zondebok zijn. En ik denk dat zelfs die hele coronacrisis zou als een zondebok kunnen zijn voor de Great Reset. Voor al die, als je het financiële systeem gaat natuurlijk weer mis met al dat gelddruk. Dat ze dan kunnen zeggen van ja, weet ik veel, het kwam onder Trump of zo. Het kwam door Trump of het kwam door corona. Mm-hmm. En corona kwam eigenlijk ook door Trump. Ja, maar wat ik zelf denk is gewoon dat is een beetje... Nederland heeft een beetje een moppercultuur. En als de trein gewoon een keertje te laat is, dan willen ze wat mopperen. En dan komen alle stokpaardjes weer naar boven van de privatisering en zo. Maar vroeger, voor de jaren 90, kwam de trein ook gewoon te laat. En dan mopperen ze op iets anders, weet je wel. Dus ze zoeken altijd iets om over te mopperen. Ik denk dat toen werd gezegd van ja, maar het zijn ambtenaren, die zijn altijd laat. Dus het is gewoon een beetje de Nederlandse moppercultuur. Maar je kan je voorstellen vanuit de overheid dat ze liever hebben dat je zegt, dat mensen zeggen van dat is de privatisering, dan dat ze zeggen het zijn ambtenaren, dus je kan wel verwachten dat het niet werkt. Dat willen ze natuurlijk niet hebben. Dus als ze dat toch, als het dat toch niet gaat werken, dan maar beter de privatisering de schuld geven. Die verhaallijn hebben ze niet veel liever. Wat ik persoonlijk denk is eerder, wat op mij veel logischer lijkt, is van die mensen die toen ze dit plan bedacht hebben, werden ze geadviseerd door mensen die op school hebben geleerd van ja, de overheid moet toch altijd een beetje de touwtjes in handen blijven. Ik denk dat dat een beetje het idee ervan is. Dat ze niet echt met opzet hebben gedaan. Ik zeg ook helemaal niet dat ze in een donker kamertje zitten met een rokerig kamertje. En zeggen, laten we nou eens een plan smeden om de vrije markt te geven. Zo is het niet. Neiging dat zij denken van ja, we gaan niet helemaal verantwoordelijkheid nemen voor iets. Zij weten gewoon uit hun eigen leven denk ik dat uiteindelijk alles, dat ze incapabel zijn. Daarom zijn ze bij de overheid gaan werken. En zij weten gewoon, ja, we gaan niet de koe bij de horens vatten en zeggen van, laat ons dat varkentje maar even wassen. Wij gaan de hele spoorwegen op orde brengen. Want ze weten dat een mislukking gaat worden, omdat ze incapabel zijn en dat ze dan de schuld krijgen. Dus ze hebben gewoon een natuur van verantwoordelijkheid van zich afschuiven. En daarvoor is het hele verhaal van, we maken er een fake privatisering van. En dan hebben we een kop verjut.
Ja. En niet dat dat bewust over nagedacht wordt, maar dat is gewoon een hele levenshouding, denk ik. Gewoon, ja. Zorgen dat je altijd en dat is niet alleen bij overheden. Er zijn ook mensen die de meeste mensen hebben wel zo'n neiging om als ze in een auto zitten en ze rijden ergens tegen een paaltje aan, om dan te zeggen van, wie zet hier nou ook een paaltje neer? Welke koekloon? En niet zeggen van, ja, ik was stom dat ik niet achteruit kijk toen ik ging rijden, of dat ik dat paaltje niet heb gezien. Nee, dan geef je dat paaltje de schuld. Dus, mensen zijn heel erg goed in staat om ergens anders een schuld voor te geven. En dat is heel moeilijk in bepaalde bedrijfstakken en bepaalde... Want als je programmeur bent, maar heel moeilijk anderen de schuld te geven. Want als die code niet draait, dan is het gewoon jouw schuld en niemand anders de schuld. Dus je wordt altijd in verantwoordelijkheid, wordt heel erg op jezelf teruggegooid. Maar bij wat vagere managementtaken, dan kan je natuurlijk heel erg met verantwoordelijkheid lopen schuiven en afschuiven. En ik denk dat daar wel een beetje strategisch over na wordt gedacht. Of gevoeld, misschien moet ik eerder zeggen. Ja. Dat er al, er in ieder geval een partij zijn die de schuld kan dragen. Dat is ook... Ja. Er is nu een, ik weet niet of het al is afgerond, maar er was een parlementaire onderzoekscommissie voor die zorgtoeslagaffaire. En daar verklaarde Pieter Omtzigt eigenlijk hetzelfde als wat jij nou zegt, Peter. Waarin dat er dus gewoon een afschuifcultuur is. Van nou, zolang ik maar niet verantwoordelijk ben. Of eigenlijk de meeste tijd van al die ambtenaren gaat zitten in het aantonen dat zij niet verantwoordelijk zijn. Dus dan stel je een vraag, kun je dit voor mij regelen? Dan krijg je een antwoord, nee, want ik ben niet verantwoordelijk. Nou, en dan... Komen we trouwens zo. Toeslagenaffaire. Gaan we door, dan komen we... Nou, we hebben nog een Mexicaanse president tussen zitten. Ik heb alleen een toespraak gezien van de Braziliaanse president, Bolsonaro. Die zei van, ja, ik kan er ook niks aan doen als je een krokodil wordt als je die vaccin neemt. Want het is allemaal niet getest. Dus je bent hartstikke maloot. Je bent een maloot als je het neemt. Heeft het Hoge Rechtshof van Brazilië gezegd dat het verplicht mag worden? De president zei, well, ik zou die aan beginnen, maar het Hoge Rechtshof zei, ja, dat mag verplicht worden. De president van Mexico die noemt de lockdowns een dictatorship, een dictatuur. Wat ook gewoon in mijn optiek juist is. Ja, dat gebeurt niet vaak, dat een president gewoon de waarheid zegt. Blijkbaar zegt hij dan eigenlijk, ik heb ook niet zoveel macht... Het is die andere partij. Het is ook weer afschuiven. Dat is ook niet zo zwaar. Als ik het zo van Jeff Berwick mag geloven. Wat? De lockdown in Mexico is niet zo zwaar als ik het van Jeff Berwick mag geloven. Ja. Maar ik heb wel inderdaad, je krijgt steeds vaker het idee dat presidenten weinig macht hebben. Bij Trump was het natuurlijk zeker het geval. Die werd gewoon voorgeloven terwijl die troepen weg wilden halen uit Syrië. Waar gewoon zijn eigen commandanten die gewoon tegen hem liepen te liegen. En dat ook nog openbaar zeiden en erover lachten. Oh, ja, we geven gewoon de verkeerde nummers. Dan kan hij nooit terugtrekken. Ja. En er zijn ook een heleboel andere dingen waarbij hij gewoon openlijk in de wielen gereden werd. Ook door zijn commandanten dat hij dan... zei van, we gaan de troepen terugtrekken en dat zijn militaire hoofd zegt, dacht het niet. Wat Trump eigenlijk bedoelde was, we gaan niet terugtrekken. En ja, hij was natuurlijk inderdaad een heel, heel onmachtige president die aan alle kanten werd aangereden. Maar je hebt het idee van zo'n Bolsonaro dat ook een beetje het geval is als je zo'n hoge rechtshof. En misschien is dat bij deze Mexicaan ook het geval. Dat die presidenten die lijken machtig, zolang ze precies doen wat ze verteld worden. Mm-hmm. Maar als dat niet zo is. Ja, er stond laatst in Canada, ik weet niet of je dat gehoord hebt, er stond een ministerie of de RIVM-hoofd van Canada of zo. Het ministerie van Gezondheidszorg, ik weet niet meer precies, maar een hoge bobo. Die persconferenties geeft, zeg maar de jongen of zo van Canada. En die had een hot mic incidentje dat de microfoon open stond, zonder het te weten. En die zat gewoon te zeggen,
wel tegen de collega die laatst zat. Nou, ik weet ook niet waarom ik al deze papieren meeneem. Ik lees ze eigenlijk nooit. Ik doe eigenlijk gewoon wat me gezegd wordt. En toen zei die andere... Ja, die zei geloof ik me too, hè? Zoiets. Ja, die zei ik ook. Ja, inderdaad. Ja, ik denk eigenlijk niet naar bij wat ik doe. Ze schrijven voor mij gewoon een briefje. En dan lees ik voor en meer doe ik niet. Ik denk er niet bij na. Waarbij je gaat afvragen, wie zijn ze in dit geval, hè? Want dat zijn dan degenen die echt beleid bepalen. Ja, misschien een spindokter, weet je wel. Of dit een accidentje was, zeg maar. Of dat deze ministers ook denken van, ik voel dat dit misgaat. En weet je wat, ik ga alvast zeggen dat ik niet echt de touwtjes in handen heb. I'm just a messenger. Ik lees alleen maar berichtjes voor. Kom niet bij mij aan als er doden gaan vallen of zo. Ja. Ja, ik denk eerder van, kijk, je hebt natuurlijk met die partij, noemen ze ook wel de partijdiscipline. Dat iedereen binnen de partij de neus dezelfde kant op moet hebben staan. En dan heb je gewoon zo'n, weet ik veel, spindokter of zo, die dan de berichtjes voorleest. Tenminste voorschrijft, en dat leest ze gewoon voor. Nu vind ik het wel makkelijker, want dan hoeven ze niet na te denken, weet je wel. Dat het, zeg maar, het hoofd van de fractie gezondheid, dat die inderdaad dan binnen de hele CDA-fractie het standpunt over gezondheid bepaalt. En dat alle andere lui maar gewoon meestemmen met de gezondheid. Ja, ja. En je verwacht wel dat dan de gezondheidspipo dat voorleest en dat die wel daarachter staat en zo. Als die gezondheidspipo ook zegt van ja, ik doe maar gewoon wat er op het briefje staat. En dan vraag je wel af van ja, wie schrijft die briefjes dan? Ja. Ja. Maar ja, we komen nu trouwens even bij de toeslagenaffaire. Oh. Ja. Zich al behandeld? Josje had er al een opmerking over gemaakt. Maar dus hier, het gaat over die toeslagenaffaire. En het loopt al een tijdje, hè? Die hele toeslagenaffaire is al... hoeveel jaren zitten ze daar al over te bakkeleien? Het is regelmatig een uitzending nog voorbij gekomen. Nou, dit is een artikel van vandaag, nu.nl. Jawel, het is een tijdje geleden, maar we hebben er weer een. Josje's favoriete medium. Ik blijf het ook op Facebook, vind ik het ook altijd leuk om even te zeggen van, goh, die feiten heb je zeker van nu.nl, zeg ik dan. Maar goed, Rutte, Asscher, Wiebes en Wekers, mede verantwoordelijk voor toeslagenaffaire. Premier Rutte en voormalig bewindspersoon in het vorige kabinet Lodewijk Asscher, Erik Wiebes en Frans Wekers zijn medeverantwoordelijk voor de keiharde fraudeaanpak die geleid heeft tot de dramatische kinderopvangtoeslagenaffaire. Nou, dat was allemaal aftreden. De parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag schrijft donderdag in het eindrapport ongekend onrecht dat de vier mannen als deelnemer aan de ministeriële commissie aanpak fraude een harde aanpak van fraude mede geïnitieerd hebben. En het gaat om een, ik zal even doorlezen, het gaat om een in 2013 opgerichte fraudebestrijdingscommissie onder leiding van premier Rutte. Nou, daar zijn dus al die mensen onderdeel van geweest. En ja, nu blijkt allemaal dat het niet kan. Ah. Dus ja, Rutte moet aftreden. De oppositie probeert er een aftreden uit te krijgen. Maar ik weet niet hoe jullie de kans inschatten, maar nee, ik zit niet helemaal dat Maar Rutte lacht het gewoon weer weg. Waarom zouden ze überhaupt nog aftreden? Ik bedoel, er is helemaal geen... Weet je wel, er is toch niemand... Er is geen haan die ernaar kraait, of je het nou wel of niet allemaal doet. Je kan heel hard schreeuwen, wij nemen onze verantwoordelijkheid en dan gaan we weer verder gaan. Ja. En, ik weet niet hoe verantwoordelijkheid genomen. Ik weet ook niet hoe goed jullie geheugen is hoor, maar deze commissie was opgericht, deze taskforce, weet je dat geloof ik, was opgericht naar aanleiding van wat we ook al de roep des volks noemen. Omdat er toen gefraudeerd werd door Oost-Europeanen en er moest wat aan gedaan worden en mensen waren boos. Dus toen werd dit in het leven geroepen en ze hebben gewoon voldaan aan de wilde volks.
Ja, en nou krijg is het weer niet goed. Op je neus. Ja. Dat is ook een goeie, want dan zou, nou, maar dan zouden ze dat meer onder de aandacht moeten brengen, denk ik. Dat wil des volks was. Dat waren een paar gefrustreerde boomers, waren dat. Ja, maar zij willen dat dan gebruiken om te zeggen van, dan gaan we keihard aanpakken. Als jullie zo zitten te zeiken over, jullie zitten ons over Hongaarse kindertoeslag of zo, virtuele boerderijen die subsidie krijgen of zo, dan gaan wij ook keihard optreden. Dan slaan we een paar totaal onschuldige mensen in elkaar. Dat is dan eigenlijk wat er gebeurt. Hè. Dan komt daar een tegenroep des volks uit. En dan kunnen wij zeggen van ja, en nou in het vervolg willen wij ook helemaal geen gezeik meer hebben en geen pottenkijkers meer. Want de vorige keer liep het ook helemaal uit de hand. Wij willen helemaal geen kritiek meer hebben, want dit is waar kritiek toe leidt. Maar de kritiek was, er wordt gefraudeerd. Het leidde tot keiharde aanpak en dat is weer niet goed, dus hou nou je bek. Maar dan zouden ze dat ook heel duidelijk zo moeten in de markt moeten zetten. En dat heb ik niet gelezen. Ja, maar dat komt nog wel, joh. Toch of niet? Ja, het is nou dat jij ons daaraan herinnert, maar... Oké. Misschien is het geheugen toch nog goed, ondanks alle alcohol. Ja, ik had nog een ander artikeltje wat een beetje erbij hoorde. Het gaat om hetzelfde gevalletje. Ik wil ook even gelijk meenemen. Even kijken hoor, die staat hier. Zegt de computer... nee, dan mag de ambtenaar niet achterover leunen. Dat is een opiniestuk uit, even kijken, NRC. Oh, de sluipsteen van de geest. ja, ze noemden ze zichzelf vroeger. Het is een rioolkrant, jongen, die NRC, die bedraait echt alles. Het was ooit de sluipsteen van de geest. heb jij die NRC, heb je dat corona-vaccinatiespel gezien? Kan de NRC ook. Het bordspel, dan kon je uitknippen dan kon je, en overal weer u trekt de lange Frans en dat was een grote wappie verhaal allemaal en conspiratie, complotdenker en dat was een grote het was een propagandaspel voor vaccinaties dus het moet zo'n ding vertaald zijn voor zo'n artikel en dat de mensen dus niet in de gaten hebben wat voor dictatuur dat ze leven met allemaal, nou ja, oké. Nee, ja. Je moet gewoon gezellig dat bordstijl gaan zitten spelen. Ja. Trek je de lange Frans? Nou, dan de lange Frans, dat was de boeman van, dat is zo'n grote Mogol, grotere Mogol dan lange Frans, heb je niet gezien. Hè. Maar dit zij spoor NRC. Ja. Ik vind dat monopoliespel wel leuker. Dat monopoliespel. Dat monopoliespel vind ik dan leuker. Dat over alles is vervangen met go to jail. Ja. Lockdown monopolie. Ja. Nou, maar goed, we hebben hier nog een opiniestukje over van een man met de snor. Ik weet niet of ik dat nog even wil behandelen. Anders kunnen luisteraars. Het verhaal van die. Zegt de computer, nee, dan mag de ambtenaar niet achteroverleunen. Het gaat over het verhaal van, de ambtenaar mag niet de computer de schuld geven. Want dat is ook zo'n truc natuurlijk, die veel gebruikt wordt. Kijk, vroeger zeiden ze van, ja, het is Gods wil, dus je moet je bek houden en gehoorzamen. Ja, nu is de wet. En daarna werd hij van, ja, de staat wil het en het algemeen belang wil het. En de collectieve bewustzijn wil van jou dat je dat doet. En niet meer tegen. En wat ook vaak gebruikt wordt, is natuurlijk de EU wil het. Dus je moet niet zeiken, ik kan er ook niks aan doen, de EU, dus de EU wil. En wat ook steeds meer gebruikt wordt, is de computer die zegt niet. Dus maar ik heb dit papiertje nodig voor jullie. De computer zegt nee, op zouten, bekijk het maar. En dat, dat wordt daarover gezegd, kennelijk. Dat is niet de bedoeling, dat zo als excuus wordt aangevoerd. Ja, ik heb het vanmiddag even gelezen. Ja, ik zal het even in kort door de bocht een boekenverslag over dat boek van Hannah Arendt kunnen noemen. Dus, en dan een beetje geplaatst in deze tijd van de
Die ambtenaren die allemaal zeggen, ja, maar dat is de wet, dat is de wet. En ja, we hebben er wel wat van gezegd, maar ja, toen kreeg ik van bovenaf te horen dat we gewoon aan de wet moesten houden. En die hebben we gewoon uitgevoerd. En dan de schrijver is Jonas Dekker. Jonas Dekkers, de man met de snor, die schrijft dan die verwijst naar de Tweede Wereldoorlog en Hannah Arendt, die dan daar wat over geschreven heeft. Nuremberger processen. Dus ja, het is regelmatig aangehaald trouwens, hè, bij die toeslagenaffaire. Ja, zijn nog omhoog gestegen in de bestsellerlijst? Favoriete filosoof, Hannah Arendt. Maar dat wordt heel vaak gezegd, hè, dat wordt iets als een soort natuurverschijnsel. De financiële crisis van 2008-2009, dat was een soort tornado die over de wereld ging. Zo van, ja, je moet niet gaan kijken naar welke personen welke dingen deden en welke besluiten genomen zijn die leiden tot zo'n crisis. Nee, het was gewoon een tornado. En dat was zelfs die John Corzine van zo'n bedrijf en dat was opeens een heleboel geld verdwenen. Ik ben hem ook gevraagd. En dat was een hele grote donor van Obama. Dus hij zou nooit in de gevangenis gaan. En die zei ook van... het was een soort grote wervelwind. En toen hij voorbij was, was die financiële crisis. Het was al het geld weg. En dat is een mooie manier van voorstellen. En dat wordt ook vaak gedaan met inflatie. Het is een mysterieus verschijnsel waarvan niemand iets begrijpt. Het komt opeens. Het overvalt je als een soort pandemie of zo. Je moet er geen intentie achter denken of geen je moet vooral niet achter de schermen kijken of de centrale bank zoiets veroorzaakt heeft of zo. Niet naar oorzaak zoeken. Het is een natuurverschijnsel. Een natuurverschijnsel is alle de kousen af en dat noemt hij hier ook. Hier is een ramp is een natuurverschijnsel, iets wat mensen overkomt. We hebben het hier over onrecht. En het verschil tussen een ramp en onrecht is toch dat het onrecht het gevolg is van menselijk handelen en een ramp het gevolg is van de natuur. Dus het is ook weer een manier om verantwoordelijkheid af te wendelen door iets te vergelijken met een soort natuurramp, een natuurverschijnsel. Ja, maar wat kunnen wij leren van de toeslagenaffaire? Ik bedoel, ja. Gewoon ophouden met al die wetten. Gewoon geen toeslagen. Niet afhankelijk zijn van toeslagen. Ja, dat ook nog natuurlijk. Hè? Ja. Ook gewoon ophouden met de hele zooi, met de overheid. Ben je ook van het probleem af? Dat ligt niet in onze handen natuurlijk. Ja, maar zouden toch mensen wel een keer bij zichzelf moeten denken van ja, het gaat zo vaak elke keer weer mis. Joh. Misschien moeten we maar gewoon stoppen met die hele overheid. Nou, mochten de mensen daarover denken, dan zou ik zeggen, begin met het opzeggen van je bankrekening en stap lekker in crypto. Want ook al lijkt het alsof dat allemaal niks met de overheid te maken heeft, daarmee word je zo verschrikkelijk onafhankelijk van die hele club, dat je vanaf dat moment een heel andere wereld ervaart. Ja. Trouwens, Lucas die heeft even wat van zich laten horen. Die komt misschien er ook nog bij. Oh, nou ja, dan komen we. Moet er wel genoeg zijn, want we zijn bijna op het eind. Oh ja, dat is inderdaad, ja, nu iets zeg. Jongens, dit wordt ook leuk. Ja, volgende artikel. Grote zorgen over werkdruk ambtenaren. Die hebben het zo moeilijk. Ja, dat is van binnenlandsbestuur.nl, dus dan weet je het wel. Die schrijven natuurlijk voor de ambtenaren. Grote zorg over werkdruk ambtenaren. Veel gemeenten zien de werkdruk onder hun ambtenaren de afgelopen maanden oplopen. Dit wordt met name veroorzaakt door corona gerelateerde taken. Want als je toch corona er hebt verzonnen, dan kun je het maar beter overal voor gebruiken. Handhaving, maar ook de steeds veranderende regels en maatregelen die moeten worden doorgevoerd, slokken de meeste tijd op. Gemeentesecretarissen maken zich grote zorgen. Er is nu, staat in, verder in het artikel, dat er een hoger ziekteverzuim is geconstateerd dit jaar. Daar wordt er nog een beetje over gesproken. Het meeste tijd gaat zitten in handhaving.
De gemeentes die doen zo hun best. Er zijn een aantal van die dingetjes. Want ze proberen er maar het beste van te maken. Ik kan hier nog een stukje citeren. De meeste gemeentesecretarissen maken zich grote zorgen over de toegenomen werkdruk. Die zorgen zijn er niet alleen over de werkdruk die door directe coronawerkzaamheden worden veroorzaakt, maar ook door de ervaren werkdruk vanwege het vele thuiswerken. Mensen missen informele contacten en het digitale vergaderen begint op te nemen. Ja. Het piept en het kraakt, zegt Henk Verbund, gemeentesecretaris van Noordoost-Friesland. Praatje, ja, ik kan het even doorvertellen, maar dat is het eigenlijk wel. Ja, dat is het eigenlijk wel. Ja, er zijn nog aanverwante artikelen, dus ze gaan dan de hele week door, hebben ze dit erin gegooid en dan reageert een andere iemand ook hierop. Dus ik had een paar van dit soort artikelen, maar ik denk, nou, ik haal deze maar even eruit. Maar dan gingen ze nog dieper in over het probleem waar jij mee eindigde, van het informele contact. En daar hebben ze ook een heel artikel over geschreven, hoe belangrijk dat wel niet is, het contact bij de koffieautomaat of de... Of voor of na, en na de vergadering. Hè? Dan hebben ze ook een beetje informele contacten met elkaar. En dat missen ze dan heel erg. Ja. Dus dat is het leed dat ambtenaar zijn heet, weet je wel. Oh. Ja, ja, je zal toch maar een baan hebben waar je nooit meer van wordt ontslagen. En dat je voor de rest van je leven gewoon elke maand je cent op je bankrekening krijgt. Wat een verschrikkelijke stress moet dat opleveren. Ieder zijn leven, ieder zijn keuzes. Laat de ambtenaren maar lekker klagen. Want uiteindelijk zijn zij zonder ambtenaren geen overheid. Dus, hè? Ja. Ze moeten wel meer werkdruk... Ja, gewoon helemaal al die ambtenaren met een burn-out. En dan kun je gewoon gezellig kerst vieren met je familie. Want er staan er geen vervelende politieagent op de stoep. Ja, of alleen de handhavers. Want ja, die moet het allemaal uitvoeren, weet je wel. Als die er niet zijn, ja, dan kunnen ze wetten schrijven wat ze willen. Maar ja, niemand om het te handhaven. Ja, ja, ja. Of alleen de handhavers. Nou, er zijn toch hier nog een aantal gemeentemedewerkers die wel de tijd hebben genomen voor een reactie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reacties op dit bericht. Oh, ze hebben toch dus nog tijd over. Ja, zo heel druk hadden die ambtenaren het toch nog niet. Maar, het informele contact, wat schrijven ze onder andere? Nou, er staat hier, de wal gaat het schip keren, geschreven door Spijker, 22 december. Een werkgever die zo met zijn personeel omgaat, is geen knip voor de neus waard. Op korte tot middellange termijn wil bijna niemand meer voor de gemeente werken. Nou ja, laten we het hopen. Gaat het dan zo lukken? Ja. Ja, ik weet niet of er nog meer interessante dingen zijn. Ja, dit is wel komisch. Noem er nog eentje. Nou, hier schrijft Henk. Zoek net als ik een andere baan. Weg bij de gemeente. Jarenlang op de nullijn. Respectloos behandeld. En een steeds minder waard wordend pensioen. Daar wil je toch niet meer werken? Oh, hey. Goed zo, hoe heet hij? Dit is Henk. Henk op 17 december. Als ik het mag zeggen, zijn dit loze dreigementen. Ik denk dat het wel vaker wordt van die mensen. Tuurlijk, die mensen die hebben helemaal geen kunde. Die hebben geen skills. En die lopen dan de hele tijd af te geven in de hoop dat iemand zegt, oh, jij bent zo ondergewaardeerd. Hier, 10% erbij of zo. En dit blijven ze hun hele leven doen. Ook als ze er 10% bij krijgen. Dan de volgende keer blijven ze. Nou, geklagen werkt. Dus ik blijf daarna weer 10%. En maar als iemand zou zeggen van. Ja, er gaat 10% af nou. Dan zeggen ze niet van. Nou ga ik naar een andere baan toe. Want precies. Ik heb alles duidelijk vergeleken. En mijn skills die betalen twee keer zoveel ergens anders. Yes. Het zijn allemaal mensen van dik over de 40. Ja, ik hoop niet dat jullie... En die hebben al hun hele leven bij de gemeente gewerkt. En die zouden dan nu ineens gaan zeggen van... Nee, ja, dit kan zo niet langer, joh. Ik ga in de horeca. Die klappen in hun handjes. Ja. Iedere maand geld op hun rekening gestort krijgen. Als je echt wat had gekund, dan was je ook niet bij de gemeente gaan werken. Zo zie ik het altijd maar. Dus ja. En dan was je in ieder geval nog...
bij de hogere overheden terechtkomen. Ik bedoel, als je op de gemeenteraad, nou ja goed, ik wil mensen niet tegen het zere been stoten. Misschien hebben jullie allemaal wel hele lieve vrienden en kennissen en weet ik het wat allemaal, die wel voor de gemeente werken, maar ja, wat moet je ervan zeggen? Ik bedoel, die mensen moeten niet klagen, ze moeten blij zijn met hun baan. En ja. Dat een hoge ziekteverzuim wordt dan als een reden gezien dat de werkdruk hoog is. Dat zie je iemand achter zijn computer zitten met zijn vingers tegen zijn voorhoofd. En dan zie je 6 armen aan de zijkant aankomen, notitieblokken en een potlood heeft iemand. En een telefoon en een pad. En zo ziet het leven er dan uit van zijn ambtenaar. Helemaal gek gemaakt worden door alle kanten door contact. Het hoge ziekteverzuim zou natuurlijk ook een oorzaak kunnen hebben dat het toch niet afgestraft wordt. En dat mensen denken van nou, wat ik daar zit te doen, dat slaat toch nergens op. Ik kan wel even ziek melden. Ja, want er is toch een corona bullshit aan de gang. Dus iedereen die het gelooft. Ik had trouwens, het was op dezelfde website Binnenlands Bestuur, gingen ze ook daar wat dieper op in, over die cijfers van ziekteverzuim. En die zag je dan in het voorjaar en het najaar, dan stegen die. kunnen ambtenaren ook gewoon griep krijgen. Seizoensinvloeden. Ja. Kijk, als ik werk zou hebben van, ik zit hier nou tijdens de uitzending, zit ik gewoon nog te werken ook. Wat ik wil proberen iets af te krijgen, omdat daar mensen op te wachten zitten te wachten en ik wil kwaliteit afleveren. Ik denk dat als ik zou werken bij de overheid en je zit vergunningen te geven voor het dakkapel neerzetten of zo. Ja. Dat je ook denkt van ja, het is die mensen hun huis en het is elke keer hetzelfde dakkapel en waarvoor zit ik hier eigenlijk? Ja, ik zou het dan doen dat ik 's ochtends naar mijn werk toe kwam en overal gelijk een stempeltje goedgekeurd op zou zetten. alles terugsturen en dan ik voel me ziek. Ik voel het ook niet. Ik zou ook niet gemotiveerd zijn. Nou, ik denk dat ze dan van bovenaf weer te horen krijgen, ja, we moeten minder dakkapellen hebben of zo, weet je wel. En dan moet ze eigenlijk de hele tijd weigeren, weet je wel. Zelfs zouden ze liefst gewoon stempeltje ja en dan hoppa. Nou, zijn we klaar, kunnen we weer naar het koffieapparaat om er weer te socializen, weet je wel. Maar ze krijgen dan juist van bovenaf, van de gemeenteraad, te horen van nee, we moeten dat een beetje afremmen. We moeten daar een beetje tegen ingaan, nieuw beleid, weet je wel. En dat is datgene wat ze een beetje tegen zit, lijkt mij hoor. Maar... Ja, maar je bent ontzettend goed beveiligd als ambtenaar, dus je kan gewoon ja, alles maar blijven toch als je allemaal boze mensen... En dan kijken waar dat eindigt. Dan word je dan ontslagen omdat je het te veel goedgekeurd hebt. Ja, maar hoe zou jij je voelen als je achter kogelvrij glas moet zitten, weet je wel? Ik weet niet of je wel eens... Ik ben hier nooit... Ja, ik ben wel eens bij de OET-NL geweest, bij de Rijkswaterstaat. Daar zitten ze gewoon achter kogelvrij glas, hè, bij de receptie. Ja, maar ja, waarom zal dat zijn? Ja. Bij de Belastingdienst ook? Ja, Belastingdienst ook. Dus ik bij ambassade zijn in het buitenland. En inderdaad, alles door achterkogelvrij. En dan een beetje dus dat er mensen zijn die gewoon helemaal gek van de haat zijn voor die stomme ambtenaren die daar te veel macht hebben. Terwijl, ja, je ziet dat nooit inderdaad bij een supermarkt. Daar weet je gewoon van, ja, als ik wil kopen, dan zijn ze happy om het te verkopen. En ik leg het geld neer en pak de producten mee en iedereen is happy. Ja. Je voelt gewoon duidelijk dat niet het geval is bij de overheden. Ja, en kogelvrij glas, dat is inderdaad, dat vertelt eigenlijk het hele verhaal. En ik denk dat niet dat er genoeg sociopaten op de wereld, tenminste, er zijn niet genoeg sociopaten in Nederland, denk ik, om alle ambtenarenbaantjes te vullen. Dus er zitten ook gewoon daar mensen die wel empathie hebben. En die gaan hun werk en die moeten de hele tijd achter kogelvrij glas zitten, omdat ze er eigenlijk toe aangezet worden om de klant, zeg maar, ja, het is eigenlijk geen klant, maar de burger, tegen te werken. Terwijl ze eigenlijk, zo ze liefst gewoon een ja-stempeltje willen zetten, weet je wel. Dus ja, natuurlijk heb je wel sociopaten hoor, maar... Een heleboel mensen die niet doorhebben wat wij doorhebben. Dat de overheid gewoon een geweldorganisatie is. Een soort maffia met een mooie strik eromheen van propaganda. Als je dat niet doorhebt en je gaat erbij werken. Dan
ja, grijpt dat gewoon bij van alles naar de keel, zonder dat je door, je hebt geen verklaring voor hoe komt het nou dat al die mensen zo'n ontzettende hekel aan mij hebben. Ze zijn boos voor mijn vogelvrij glas staan. En het geeft gewoon ontzettende verheldering als je dat filosofisch helemaal duidelijk hebt van oké, het is in feite niks anders dan maffia die mensen geld afpers en met hun eigendommen bemoeit. En ja, nogal logisch dat ze dan boos worden. Als je dat door hebt, dan is het ook heel moeilijk om ervoor te blijven werken. Maar dat is wel de reden. En je ziet dat doorcijpelen in andere gebieden ook. Want bijvoorbeeld, dan wordt er geklaagd van ja, er is enorm veel geweld tegen hulpverleners. En dan denk ik wel, ja, die hulpverleners, die zitten natuurlijk ook vuistdiep in die overheid met gedwongen zorgverzekeringen en zo. En daar worden mensen natuurlijk ook pisneidig van. En dat uitzicht dan uiteindelijk op een verpleger die er niks mee van doen heeft, die een ambulancepersoneel of zo. Maar dat is wel de reden waar die haat vandaan komt. En dan wordt het, nou ja, het is totaal onredelijk van die mensen. En dat is natuurlijk onredelijk om die ambulancebestuurder lastig te vallen daarmee. Maar het is wel, het geweld daarachter is wel de oorzaak waar dat gevoel van woede vandaan komt. Ja. En ik denk dat bij een hele hoop zaken het geval is waar agressie toeneemt naarmate de overheid er steeds verder induikt. Ik ken iemand die had een eigen bedrijfje en die gaf callcenters voor gezondheidsverzekeringen advies. En dat is ook een NCAP. En die was gewoon heel eerlijk. Die zei, dan ging die naar die lui toe. En dan zei ze, ja, we hebben zoveel agressie krijgen we op de telefoonlijn. En dan zei hij van, ja, maar het is ook geen vrijwillig product dat jullie verkopen. Je moet bedenken dat mensen onder dwang jullie product kopen. Ja. Dat was ontmoedig om dat te zeggen. Zeker als je zelf, als het je eigen bedrijfje is en je eigen broodwinning. Maar het is wel knap dat hij dat dan toch zei. En het kan een enorm inzicht geven. Als je dat eenmaal begrijpt, dan denk je, oh ja, dat is de reden. Waarom zou, als je het vrijwillig is, die verzekeringen, waarvoor zou je dan mensen, boze mensen aan de telefoon krijgen? Dan is er gewoon heel duidelijk, ja, je contract wordt gepleegd of zoiets. Als je geen mensen hebt die klant bij je willen zijn, waarvoor zou je die dan aan de telefoon krijgen? Dan zeggen we, nou, dan ben je geen klant meer en dan is het afgelopen en dan gaat iedereen zijn wegen. Zeg. Maar ik heb nu wel een antwoord gevonden op een vraag waar we eerder mee zaten. Voor die brandweer in de Hofvijver. Ik bedoel, er zijn ook vrijwilligers. Die hadden nou zoiets van, hé, het verklaart waarom ze zo graag een pannetje gaan zoeken in de Hofvijver, weet je wel. Even geen agressie. Oh ja, dat zou kunnen, ja. Ja, en waarschijnlijk zagen ze gewoon een pannetje daar liggen. En de hele tijd, als we dat pannetje nu vinden, dan moeten we weer terug burgers gaan helpen. Laten we net doen of we het pannetje niet zien. Kunnen we hier nog langer in die Hofvijf blijven rondhangen? Ja. Rondbobberen. En misschien de reden waarom we zo graag kat uit de boom halen en dat soort Maar we gaan even verder met het leed dat ambtenaar zijn heet. De thuiswerkende ambtenaar die moet inleveren, jongens. Oh god, dit is erg. Hij had het toch bijgekregen vanwege de corona. Ja, dan moeten ze weer inleveren. Nee, maar serieus. Ik bedoel, de reiskostenvergoeding, die kregen ze gewoon doorbetaald. Ook al moesten ze thuis werken. En dat moeten ze nou inleveren. Gaan ze er een tientje op achteruit? Dat wordt dus gezien. Dat wordt gezien als loon. Maar het zijn toch ook gewoon kosten die je maakt. Want die auto die heeft een afschrijving. Je betaalt geen benzine. Dus. Ik vond het ook een beetje raar. Want voor mij is het de reiskostenvergoeding is. Is sowieso altijd minder dan de kosten die je daadwerkelijk maakt, weet je wel? Precies, dus eigenlijk gaan ze er vooruit, want ze hoeven niet elke dag in de auto te stappen. Nee, dan gelden voor hun hele andere regelingen. Kijk, als je in de private sector zit, dan word je gewoon genaaid qua reiskosten. Maar als je ambtenaar bent, dan krijg je gewoon de volle map vergoed. Ja, wacht even. En die krijg je gewoon doorbetaald als je thuis werkt. Ik had ooit een Daihatsu Courore en daar betaalde ik iets van 100 euro verzekering in de maand of in het jaar voor. Ja. En die reed ook heel zuinig. En toen maakte ik nog wel een kleine winst op mijn reiskosten. Ook omdat ik een elke dag Breda, Roosendaal en terug. Dus dat was een behoorlijk stukje, zeg maar. Ja. Dus dan kun je er nog wel iets aan overhouden. Maar ja, als jij. Ja, goed. Ja.
Het is ook weer een beetje zo'n trendsetter, het berichtje. Hoe zeg je dat? Om de algemene gedachten erover maar een beetje te masseren, zeg maar. Ik weet even niet hoe ik het nou uit moet leggen. Ja, je moet een beetje sympathie krijgen met ambtenaren of zo. Peter? Ja, er staat hier ook nog onder. De vaste thuiswerkvergoeding is per 1 januari hoogstwaarschijnlijk niet meer onderdeel van de coronamaatregelen. En een aparte onbelaste thuiswerkvergoeding is er nog niet. Dus die extra dat ze erbij gekregen hadden, dat gaat daar verdwijnen. Dus gaan ze erop achteruit. Ja. Oké. Het is dus net de framing hoe je het wil brengen. En het, och, wat zijn we toch allemaal zielig, want we gaan er allemaal 2 tientjes op achteruit. Nou, 2 tientjes. Ja. Dat is hier 2 dagen werk, hè? Maar goed. Ja. En er staat ook een onbelaste thuiswerkvergoeding is er nog niet. Dus die komt er wel. Ja. Uiteindelijk komt er gewoon weer iets voor in de plaats. Ik zei het toch al, het werd in The Guardian gepost. En binnenkort is het de wereld draait door. Is die er nog wel eigenlijk? Nee, hij is afgeschaft. Oké, want dan zouden ze daar ook weer over gaan hebben. Hè? Dan, ja, dan moet het volk weer gemasseerd worden van een thuiswerkbelasting. Het is mooi op tijd met pensioen, onze Matthijs. Ja, de boomers hebben er geen last van, die zijn al met pensioen. Ik denk dat Lucas niet meer komt. Ik zie ook geen reactie meer van hem. Hij heeft nog één jawel, hier. Hij reageert in, via de sociale media. Volgende week, Peter, ja. Oké. Ja, ik zou zeggen, we gaan afronden. Ja, we hebben nog één bericht. Ja, ik zeg, we gaan ook afronden. We gaan één berichtje nog doen. Even kijken of ik een mooi bruggetje kan bouwen. Ja, nee, of wil jij het bruggetje bouwen? Nou, ik zal hem gewoon even er doorheen drukken. Ik lees gewoon maar. Het laatste berichtje van de dag. Kabinet werkt aan breder gebruik van BSN buiten de overheid. Het kabinet is bezig met verschillende stappen om het burgerservice nummer, volgens sommige burgers slavennummer, maar oké, breder buiten de overheid kunnen gebruiken. Hiervoor wordt gekeken naar nieuwe wettelijke criteria en mogelijkheden binnen de huidige wet en regelgeving. Dat laat staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer weten. Ik zal nog even een quote doorheen gooien. Bijna 15 jaar na de invoering van het BSN-nummer of BSN kunnen we constateren dat het BSN-stelsel voor een groot deel voldoet aan de doelstellingen. Maar we zien ook dat waar het gaat om veiligheid en gebruik nieuw beleid nodig is. Waarbij een goede balans moet worden gevonden tussen efficiënte dienstverlening en bestrijding van misbruik enerzijds en bescherming van privacy anderzijds. Ja, dat is natuurlijk allemaal een groot lulverhaal, maar ze hebben toen 15 jaar geleden toen ze dat invoerden, daarvoor heet het SOFI-nummer. Fiscaal. Ja, en toen het BSN-nummer werd, toen hebben ze nog gezegd dat dit soort dingen dus nooit zouden gebeuren. Ja. Ik kan het me niet meer herinneren, maar ik kan het me helemaal voorstellen. Ik zit even te scannen of dat ik nou zie waarvoor het dan gebruikt zou moeten worden. Maar ja, laten we maar gewoon zeggen, de sociale credit score, hè? Facebook mag ook binnenkort toegang krijgen tot je burgerservice nummer. Wellicht, ja. Het gaat helpen bij de bestrijding van witwassen. Goed. Ach. Ik ontken het liefst dat ik een BSN heb. Maar ik heb hem nog wel. Kom je niet vanaf waarschijnlijk? Een burgerslaafnummer. Het staat toch voor burgerslaafnummer? Ja, volgens sommigen wel. Belastingslaafnummer. Het punt is dat je dus... inderdaad, bijna niet, want iedere overheid in de wereld heeft zo'n nummer natuurlijk voor zijn burgers. En die moeten ze gewoon registreren. Dus als jij ervoor kiest, en heb je dan eigenlijk een keuze om ingeschreven te zijn bij een overheid, ja, dan heb je ook zo'n nummer. En het is eigenlijk in de huidige wereld toch wel, kunnen we stellen, onmogelijk om nog buiten een overheid in de wereld te leven. Dat is gewoon, Dus ja, iedereen heeft er wel iets van of iets mee. Ja.
Kennen jullie je eigen nummer uit je hoofd? Nee. Ik wel. Maar ik ben altijd, ik heb hem ook. Ja? Ik heb met nummers, dat is voor mij makkelijk op de een of andere manier. Dus als ik een nummer zie, dan kan ik hem altijd wel. Kan ik het makkelijk onthouden. Oh, je was zo'n wandelend telefoonboek, zeg maar. Ja, ik kende vroeger. Alle 06 nummers kun je onthouden. Al mijn vrienden kende ik uit mijn hoofd, al die nummers. Dan hoefde ik er allemaal niet op te slaan. Oké. Ik kende ook pi op 20 decimaal. Oh, kijk. Oh, joh. Nou, een vriend van mij die kende het op iets wat meer dan 50, maar ja. Zo. Ja. Het is gewoon de hele tijd 3-3-3-3-3-3-3-3, toch zeggen? Nee, 3-1-4-7 en dan weet ik niet. Oh, dat, oké. 9-2 volgens mij. Ja, ik weet het. 14-15-9-2 of zo. Dan dat is dan weer bij mij net zo'n getal wat ik niet zo interessant vind. Maar er zijn mensen die dat inderdaad tot duizenden decimalen kunnen. Ja, kunnen hele dagen voorlezen eruit, hè? Ja. Er zijn ook af en toe van die wereldrecords in. En dan trekken ze inderdaad een week vooruit. En dan zit er gewoon een man aan een bureau. En die zegt de hele dagen zegt hij alleen maar getallen. Er zit iemand anders met een dik pak papier. Die zit dat allemaal te controleren. Dat klopt, hè? Ja. Dat is zo'n hobby. Ja. Nou ja, nee, dit is ook een work in progress. Dus we zullen het zien. Ja, goed. Nou ja, kijk, het is inderdaad. Het is gewoon weer. Wat kunnen we er verder over zeggen? Nou ja, voor niks. We kunnen het er gewoon afsluiten. Ik moet nog eten kopen, dus ik vind het wel mooi geweest. Wow. Jo. Ja. Ja, ik was moe. Ik was even in slaap gevallen voor de uitzending. Heb ik nog niet gegeten. Ja, goed. Dan gaan we gewoon afsluiten. Ik, in ieder geval, even kijken. Volgende week is het nog geen 3 januari. Ja? Het is nu de. Nee, de volgende week. Het is op een zondag, die 3 januari. Dus het is volgende week zondag. Ja, ik denk dat we dan volgende week. Johan, even voor jou. Ja? Ik zal morgen jou even het schema doorsturen wat ik nou heb. Maar we hebben nog wel ruimte voor Engels sprekende gasten. Ja, ik zit te denken, als ik daar nog niks van zich laat horen, ga ik gewoon Braver bijhalen. Dus van de Basic Attention Token, weet je wel. Ja. Ik denk dat die hebben een heel groot promotiebudget, dus die zullen vast wel ook mensen hebben die dat willen doen. Ja. Ik kan anders ook gewoon in de Cardano groep een melding droppen van wie wil er bij mij in de uitzending komen. Rotchauffeur is er ook of zo. En dan zullen vast wel een paar mensen reageren. Dat is een goede trek. Die trekt wel mensen. Die gast van Dash, die komt wel. Hoe heet ze ook alweer? Die vrouw. Vrouw? Oh, bedoel je die moeder van Ross Ulbricht? Nee, die komt niet. Nee, die journaliste, die met die rode haren. Oh, Brockwell. Ja, Brockwell heb je. Oh, leuk. Naomi Brockwell. Ja, weet je wel dat ze over veiligheid en. Privacy gaat praten? Of? Privacy. Oké. Ja, toppie. En wie hadden we dan nog meer? Maar die van Dash, het was. Paul Manders, ik heb Robert Reinder Nederhoed van BitMyMoney.com. Ik denk dat Didi ook nog wel langskomt, Didi Tijhoutou. Leuk. Madelon Vos ben ik aan het pushen om een videoboodschap voor ons op te nemen. Oké, maar die gaat niet meedoen dan zelf? Nee, dat is op een zondag, dus dan ligt zij in bed, denk ik. Ik weet ook niet meer. Maar ik heb gezegd, nou, als je nou niet kan omdat het op een zondag is, dan begrijp ik dat wel. Maar het zou toch leuk zijn als je even een kleine nieuwjaarsboodschap van nou, jongens, we gaan er weer tegenaan. En dan kan ze haar eigen kanaal even promoten. Dus toch een beetje een BN'er. Of we kunnen het interview ook van tevoren opnemen, hoor. Dan hebben wij ook af en toe tijd om even te eten, weet je wel. Dus dat is, ik zat ook aan te denken van, als iemand 3 januari niet kan, dan kunnen we het ook eerder opnemen. Dan, dan ga ik dan even, want ik zeg nu tegen ze, als je niet kan, dan kun je een videoboodschap opnemen. Maar we kunnen ook gewoon het interview inderdaad opnemen. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog de e-gulden. En dan, ik wilde eigenlijk vragen, Johan, ik ben... Ja, dat zeg ik al wel vaker. Ik weet niet of het ervan komt, maar
ik heb elke keer de behoefte om toch maar weer een bepaald ding op te schrijven van hoe ik nu tegen de wereld aankijk. Hebben we daar een kwartiertje ook voor? Ja, als toch een bepaalde gasten niet komen, dan kunnen we jou interviewen. Een interview met Honkeler Henghout of zo. Ja, precies. Hey, en zit ik er ook bij die hele dag? Of ben ik alleen de planning maken? Of mag ik er nee, ook nee, bij? Nee, want ik dacht van misschien wil jij gewoon de raffle doen. Dus wij stellen een budget samen en dan doe je af en toe een raffle. En ik zit er gewoon bij en ik doe af en toe. Ja, je kan af en toe ook vragen stellen hoor. Want ik heb de gast en dan als het goed is zitten Robert en Rick, die zitten gewoon bij mij in de huiskamer. Ja, gezellig. En even kijken, ja. Nou ja, goed. Ja, ik zit dan te denken dat het misschien handig is dat we dan volgende week even overslaan. Vrijheid Radio. Dat we dan toch 3 januari dan dit hebben. Dus dan wordt dit de laatste uitzending van dit jaar. Vinden jullie het erg? Oh. Nou ja, erg. Ik ben weer een jaar ouder nou, hè. En jij bent terug aan het komen naar Nederland, hè, Peter? Ja, precies op 3 januari. Weet je al hoe laat je landt dan? De vlucht gaat altijd iets om 2 uur weg of zo. 2 uur 's middags. Je gaat terug in de tijd. Ik ben er 5 uur. Heb je dan half vijf uur verschil? Heb je tijdsverschil in Oekraïne? Ja, 1 uur. Dat is ook raar eigenlijk, want ik zit in Servië en ik heb geen tijdsverschil. Wij zitten volgens mij, goed, het is wat het is. Ik zit wel verder naar het oosten toe. En voor mijn gevoel is 1 uur te weinig. Ja, nou ik vind het dus heel raar, want het is hier heel vaak, dan is het al donker hier en dan bel ik met mijn oom en dan zie ik dat het nog licht is in Nederland, terwijl dat dezelfde tijd is. Ja. Okay. Kijk, maar ja, dus je kan misschien, je gaat natuurlijk ook al, je moet al van tevoren ook op het vliegveld zijn, hè? Of ga je van waar je nu zit, het huis, om 2 uur weg of vanaf de luchthaven? Volgens mij vliegt het om 2 uur, ja. Oh, dan ben je al 12 uur weg of zo. Ja. Ja. En Yoshi, hoe laat had je dan in het schema gepland om te beginnen? Rond een uur of 10. Oké. Ik heb om 1 uur is Roger Ver, dus alles voor 1 uur is Nederlands. Oh ja, oké. Okay. Heb jij mij gezegd? Of 2 uur, ik weet het zelf ook niet meer. En dan komt hij dus en dan daarvoor doe ik alle Nederlandse gasten en daarna doen we alle Engelse gasten. Oké. En dan heb je tot hoe laat? Ja, dat is nog even afhankelijk van hoeveel dat er dan komen, maar zoals het er nu naar uitziet wordt het ongeveer 6 uur, want we hebben niet zo heel veel Engelstalige gasten. Ja, dus ik moet nog even rondsnuffelen. Ja, er is nog ruimte genoeg in ieder geval. Nou ja, goed joh. Nou ja, dus wordt hier gewoon online in de uitzending allemaal gepland. Nee, goed. Dus ik zou zeggen, beste luisteraars, tot 3 januari. En ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het luisteren. En ook hartelijk danken voor het deelnemen. Uiteraard zijn we dan 3 januari weer. En dan in een hele andere setting, andere kleuren. Allemaal in een LP-jasje. Dus het layout wordt ook helemaal anders. De overlay, zoals dat heet. En dan zijn we volgend jaar, dat wordt dan, wat zal het zijn, 10 januari of zo. Ja, eerder denk ik. Hè. Dan zijn we er weer. Ja. Dus ik zou zeggen, toedeledoki. Oh ja, dan zou ik nog een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar wensen. Nou, bij deze dan.